Toch? Zoiets? Zoiets? Ik dacht het wel. En ik wil nog gelijk een dungeon gaan doen met Lonk! Het enige probleem is, ik heb net te veel Smash gespeeld. Ah nee, we staan gelijk in Dodongo's Cavern. Dat is goed. Dat is inderdaad goed. Ik zal eens even een dingetje plaatsen op Discord. Ja, dus Goldsalat zit er ook altijd wel handig om mee te nemen. Stevie, waarom ben je nou zo vroeg live? Dat ben ik niet gewend van jou. Dat je een beetje vanavond live wil gaan. Dat is de enige reden. Echt waar? Ja. zeker weten. Echt waar? Echt waar? Zeker weten. Echt waar? Echt waar? Ik vind dat niet mooi. Ik zie trouwens een randje tussen mij en de game zitten. Dat vind ik niet mooi. Is het nu zo goed? Ja, er zit een klein randje tussen. Who cares? Ja, ik zie het. Nou ja. Kan ik jullie niet gewoon breken met de Megaton Hammer? Zou leuk zijn. I'm gonna break you, Mega Man! Oh, wacht. Hey, Bada! Elke keer als ik Bada zeg, dan moet ik echt automatisch denken aan Oh, deze muren die kan ik ook gewoon zo breken. Dat is ook handig. Bij Bada moet ik altijd denken aan het geluid wat Manaphy maakt in de film. Song of Time! Nice! Dat is zeker nice. Ja, hè. In ieder geval, Bada, welkom terug! Je komt binnen en gelijk hebben we alweer een hele goede item te pakken gekregen, dankjewel. Ja. Ja, sorry, ik kan er niet vanaf blijven. Knopjes! Yay, pokknopjes. Oh, wacht heel eventjes. Ik zet heel eventjes mijn game ietsje deze kant op. Dan kan ik de chat iets beter zien. En aangezien dat JP vanavond ook wil streamen, ben ik vandaag ietsje eerder. Dus ik heb vanavond... Ja, ga ik heb gelijk mijn stream. Vanavond komt mijn neefje om 8:30. Dus plus dan kan ik een keertje waarschijnlijk op tijd eten. Dat zou ook wel een keer fijn zijn. Dus, maar goed, in ieder geval welkom Flareon Games. En Bada natuurlijk, welkom, gezellig. Leuk dat jullie er zijn. Allemaal leuk. Ja, ik heb de Eevee outfit voor aan, want het is Peter en de Vriebs en het is koud. Dankjewel voor de host, Flareon. De animatie die gaat alleen maar af op het moment dat er echt ook... ja, dat jij dus 5 viewers hebt op dat moment. Dat heb ik wel aangesteld, want ja... Anders kwam die animatie wel een beetje heel erg vaak in beeld. En sommigen die gebruikten het helaas alleen maar om in beeld te komen. En dat was best wel jammer. Dus ik heb dat een beetje aan moeten passen. Maar toch bedankt voor de host. Want ik weet dat jij daar absoluut niet van bent. Dus bedankt daarvoor. Weet je wat? Ik gooi hem voor jou speciaal even in beeld. Kan dat? Ik kan alles. Dus alleen dan moet je alleen eventjes denken van dat er Flareon Game staat. Dus hoppakee. Zie! Maar dat was Flareon Games. Doe ik hem even speciaal voor jou even manual. Wat een spannende midboss muziek. Yay! Yay voor midboss muziek. Nou, ik wil het zeggen, als bijna helemaal geen muziek. Het is namelijk de Fire Temple. Ah ja. Hey, stop met valse speligheid. Hier, krijg een zwaard in je mikkel. Nou, ik moet wel zeggen van echt de vorige livestream, echt wow. Zoveel notificaties had ik ook weer niet verwacht, maar dat was echt een wow stream. Wow! Ja, iemand was Crash Bandicoot als trainer. We hebben JB'tje hebben er gezellig op bij, dus Hoi! Hoi! Audio kwaliteit natuurlijk, ik neem aan tot alles goed is, want ik heb niks veranderd de vorige keer, dus vond ik niet echt nodig. Ja, ik ram je gewoon uit de grond. Oh, wacht eens even, maar dit kun je dus anders eigenlijk niet doen. Maar ik heb vuurpijlen.
Dus heb ik lak aan dit. Ja. Kan ik jou uitschakelen zo met de hamer? Ik bedoel, serieus, je kunt voor Vegia kun je hier ook mee uitschakelen. Dus waarom zou je er een stomme Dongo niet mee uit kunnen schakelen? Ja. Hoppakee, dan doen we het zo. Maar goed, Bada, waarom is het geweldig? Vertel, deel je verhaal. Tell wat us. Is er zo geweldig? Come on, come on tell, tell us. Ja, ik moest er ook gelijk aan denken. You're a long way from home, cowboy. Ah, misschien moet ik die ook gewoon een keertje streamen, gewoon voor de funs. Ja. Ah, mijn Halloween is al geweest, ja, dus. Ja, ja, het moet gewoon nog, het kan ook gewoon tussendoor een keer. Ja, waarom niet? Het is een leuk spel. Plus, hij is nu in HD! Pink. Ja, we zijn er iets mee van plan, maar wat? Dat ga ik nog niet vertellen. Ah, nee. Ah, toe. Nee. Ah, nee. Doe nou. Nou, ik wil het weten. Oh, wacht. Ik mijn weet. Hond heeft net mijn broodjes opgegeten. Foei! Stoute mijn hond. Ja, ik weet niet wat zijn naam is. Dus daarom zeg ik maar gewoon mijn hond. Hond. Mijn. Heet jouw hond mijn? Ik heb geen hond. Ik heb 2 konijntjes. WC-papier! Yay! J voor WC-papier. Oh, Dirk. Stoute Dirk. Foei, Dirk. Foei, stoute Dirk. Nooit meer doen. Toch doen, hè? Waar is het lekker? Oh, ik bedoel, foei! Kun je nou nooit stilzitten in dit spel? Nooit. Maar dat is niet echt handig, maar ja, misschien een nieuw broodje maken. Ja, ik heb vandaag gewoon het ook heel simpel, Ben. Ik, daar de stream gaat je beetje streamen, die host ik. Ik weet niet wat hij gaat streamen, Binding of Isaac, hoe weet ik dat? Gokje, echt waar? Nee, dat wist je al, want hij heeft u verteld. Oh! Hoe weet je dat? Ik stalk jou. Psychic, en, psychic powers. Nah, I'm just joking with your amigo. I heard you talk about it when you were playing Crash Bandicoot. Epic explosion. Ah, oh, geen broodjes meer. A little rough. Misschien, dan zou je eventueel naar de winkel kunnen gaan en even nieuwe broodjes halen. Het is vervelend, maar het is wel iets wat je zou kunnen doen. Oh, ik ga eens even een kachel hier aanzetten, het is hier zo koud. Ja, ik heb termijn ook even voordat ik ging livestreamen, want zoals jullie zien, ik zit echt helemaal in full Eevee-outfit, dat ik het gewoon koud heb, want ja, Peter R. de Vries is actief. Waarom zeg je Peter R. de Vries? Dat is een grap die mijn vader altijd maakte. Echt waar? Ja, dat is geen grapje. Nee, ik heb vandaag gewoon zoiets van, ik ga vandaag lekker gewoon op frietjes halen. Mijn gehaktbal, heerlijk. Want als ik dan terug ben, dan hebben we JB'tjes een livestream. En dan vanavond eventjes bij mijn neefje langs. Hartstikke gezellig. Andere game voor vandaag van, misschien. Nou, omdat het maar een kortere stream is vandaag, Bada, was ik van plan om gewoon de randomizer te doen. Ik zat in de eerste instantie te denken aan de Subspace, maar... Ja, we zijn toch gekomen op The Legend of Zelda. Was toch iets makkelijker. En zoals je weet, ik stream gewoon echt waar ik zin in heb. Dus... Maar... Bala, ben je trouwens al op onze Discord? Want daar kun je altijd suggesties doen van, goh, zou je misschien... Je kunt altijd vragen van, goh, zit, misschien is dit leuk om te streamen of noem het maar op. Kijk, vragen naar nieuwe streams, dat ja, zeggen wij nee tegen. Maar je zou altijd kunnen zeggen van, nou, misschien is dit wel leuk of is dat wel leuk. Of, want ja, ik weet niet, wat voor games zit jij eigenlijk... Wat voor games zou je willen zien? Bala. Ik negeer jullie allemaal. Ik loop gewoon door deze gang. Oh, weer van die mafkezen. Komt u maar. Het is wel een beetje overpowered hoor, dat je dit nou speelt op het moment dat je dit als een doodling doet. Dit was normaal gesproken een dungeon die je te doen als Young Link. Ja, dus. Mijn standaard antwoord hierop. Maar je kleur is nou niet meer random, jawel. Ik heb, ik heb de hit tunic aan. Welkom terug. Dankjewel. Ja, Smash dat Ultimate. Dat is niet erg. Bada, dat spel is nieuw.
Ik zou het kunnen streamen, maar dat spel is nieuw. Plus, ik heb een hekel aan Mega Bowser. Je weet waarom. Ja. Maar geniet lekker bij je feestje, Flareon Games. Dan zie ik je gewoon de volgende keer in een stream misschien. Feestje. Het is niet de enige stream die ik ga doen. Ik ga wel vast wel vaker streamen. Ja, hij zeurt mij ondertussen de oren van mijn kop af. Hoe doe je dit? Hoe doe je dat? Ja. Hij heeft nog niet eens de antwoordinator uitgevonden. Zo erg is het. Nee, maar wel de livestreaminator. Oh, die gebruik ik dus nu. Oh. Ja. Ja, gebruik ik toch ook. Ik heb jou toch uitgeleend. Toch? Ja, pijlen. Die had ik nou net nodig. Nou, we hebben de Song of Time, dus we kunnen daar heel eventjes langs Dampé. Dat is goed. Aan de andere kant ben ik ook wel heel erg blij dat we deze hele dungeon kunnen doen. Maar dat is niet. Dankjewel, Kieken. Dankjewel voor de cheer. Dankjewel voor de Eevee boost. Eevee die voelt zich heel erg sterk daardoor. En welkom terug op plaats nummer 3. Yay. Ah, komt altijd binnen met een entrance. En we hebben een grotere bombact. Nou, dat kan wel handig zijn. Kijk je echt lang van de Mario Galaxy en Pikmin en Luigi Mansion? Luigi Mansion die was echt geweldig. Ik kan niet wachten tot hij op de Switch komt. Misschien zou ik er dan gewoon een let's stream van maken. Gewoon alleen maar omdat het weer re-uit is in HD dan dus. Ping. Ja. Wow. Oh, Luigi's Mansion in HD. Mario! 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 Oh, als hij 150% health was. Oh, verschrikkelijk. Al moet ik zeggen dat ik Pikmin vond ik ook wel heel erg leuk. Ik weet dat Pikmin 3 eigenlijk nooit heb aangeraakt. Maar dat had ook gewoon te maken met... Ja, Pikmin 3. Het had niet dezelfde charm als 1 en 2. Ben ik heel eerlijk in. Ja, ik heb 3 niet gespeeld. Ja, ik heb 3. Ik heb hem op de Wii U, dus... Ja, ik heb nooit een Wii U gehad, dus... Ja, en daar is hij op uitgekomen. En dan heb je nou ook ondertussen Pikmin 4. Maar dat was een mobile game. Ugh, god. Of dat was een DS game, een van die twee. Ik weet wel dat je Hey Pikmin hebt. Die heb ik op de 3DS, maar die... Ja, die. Daar had ik ook zoiets bij van kots. Die valt heel erg tegen. Dus daarom ben ik eigenlijk nooit 3 gedaan. Misschien dat ik gewoon een keertje 3 moet gaan doen. Gewoon omdat het zo lang geleden is. Gewoon voor een livestream of zo. Waarom doe je alles via livestream? 1. Wij hebben nu subscribe tot mensen subscriben. En dan wil ik wel tot ze die emoticon kunnen gebruiken. Ik bedoel, serieus. YouTube, daar kun je altijd. 2. Interactiviteit met jullie. Geniaal. Hou ik van. Vind ik leuk. 3. Weinig minder edit werk. Dus kan ik een beetje misschien meer werken aan specials of zo als ik de tijd heb. 4. Ik heb weer goed nieuws gekregen en ik heb binnenkort weer andere bezigheden. Zoals dit weekend met het evenement waar ik heen ga weer. Omdat, ja, evenementen en zo. Dat is goed. Ja. Ik moet wel zeggen, waarschijnlijk is een beetje dat let's streamen wat ik doe een beetje besmettelijk, want ik heb je een beetje aangestoken. Ja. En dankjewel voor de cheerbada! Dat is echt aardig, dankjewel. Eevee wordt echt gepowerd, echt serieus. Eevee wordt nog overpowerder dan de Eevee en let's go, Eevee! Hoe vaak zei ik Eevee daar? Maar bedankt in ieder geval, Bada, voor de cheer. Much appreciated. En weer nog één kistje en... I can't wait to bomb some the dongos. Level Yay. Up. The dongos. Noise. Het grappige is, mensen die weten, dit komt op YouTube. Deel 2 zou nou volgens mij net live moeten zijn. Want die stond nog op verwerken voordat ik ging livestreamen. Dus misschien dat hij nou net live is gegaan. Maar part 2 die staat er zeker op. Dus nogmaals iedereen enorm bedankt voor de support van part 2. Echt serieus. En wil jij mij niet in de fik steken, jongetje? Kom hier, schavuit. Ik verkoop je een dreumes. Oh, jij denkt even nou zomaar weg te kunnen vliegen van mij. Waar ben je? Ja. Jij gaat dood. Ik maak je af. Nee. Jawel. Waar ben je? Dear God. Waar ben je nou? Waar is hij? Oh, hij komt weer aan. Daar komt hij weer. Daar komt hij weer. Hij probeert voor de double hit en hij faalt! Serieus.
stom beest. Nice. Ja. Ik vind het nog altijd grappig als je King Dodongo eigenlijk verslaat als Adult Link. Maar eerst zit er hier een kistje. Weer een GTG. Nou, daar zouden we eventueel ook naartoe kunnen gaan. Kan ik dit niet gewoon... Ja, ik kan het kapot hameren. Kan ik niet gewoon hamer even in de Dongo zijn bek smijten? Zo van, flops. Wat nou bommen? Dat is niet echt slim, want dan ben je weer hamer wel kwijt. Wat een leuk muziekje trouwens als boss battle. Ja, ik hoor hem. Op een gegeven moment hoor ik het geluid heel hard dit keer via je Skype. Volgens mij staat mijn geluiddelen dan nog aan. Nou, ah, dat geeft niet hoor. Say cheese! Boom! Nou, als we nou Saria's song zouden kunnen leren... Volgens mij kunnen wij ondertussen ook al heel de Forest-tempel doen. Voor mij wel. Ik bedoel, we hebben alles al gedaan bij... Zorgas Domein. Oh, lava! Ik hou niet van lava. Oh, het victory muziekje is niet aangepast. Nee, dat blijft altijd hetzelfde. Oké. Maar ja, wat is de hardcontainer? Ik bedoel de fartcontainer. Ik bedoel de container van farts. Een gedeeltelijke hardcontainer. Hoera. Oh. Ah ja, wat voor medaille krijgen we hiervoor? Dat is altijd wel. Ik bedoel, de light medaille, dat schiet nergens mee op. Maar dit kan anders zijn. Oké, dus als wij de forest medaille hebben, dan krijgen we dus... De Song of... Nocturne of Shadow. Wat die pick-up zou zijn. En dan krijgen we ook nog eens een keertje... Wacht even, volgens mij konden we die dungeon ook al halen. Waar zat die ook alweer? Oh ja, daar hebben we de boomerang voor nodig. Want die krijgen we van Jabu. Ja. Nou ja, laten we... We hebben in ieder geval nou de Song of Time. Dus met de Song of Time kunnen we al gelijk... Dampé nu doen, want ja, dat is nou gewoon een appeltje-eitje. Plus, we hebben 20 skulls, dus laten we dat ook maar even gelijk doen. Klik. Het zijn toch weer 3 pick-ups. Ik hou wel van leven. Harde muziek. Ja, echt hè. De Rico Village staat zo in de fik. Dear God. Heb jij iets nuttigs? Oké, we hebben hier nou een bloepie gekregen en een hartje. Ik denk dat de skulltjela's gewoon het niet waard zijn. Hé, hey, strijfgast! Sonic, he's a striving dude! Sonic has an attitude! Zoiets? Jouw ding hadden we al, hè? We hebben trouwens nog steeds niet de Weird Egg gekregen. We hebben zelfs Lullaby nog niet geleerd. We zijn nog niet... Met Epona Song hebben we nog niet geleerd als Young Link. Want we hebben nog steeds niet... Het ei waardoor dat je naar Zelda toe gaat van... Hey, Zelda! Nee, inderdaad. Die krijg je gewoon helemaal aan het eind van de game. Dat zou wat zijn. Gewoon in Ganon's tower. Ganon en his minions have seized the eind. How can we help? As it is written, only you can save Ganon. Wait, what? By using this weird egg. Zelda's lullaby hebben we. Je staat hier boven ons, kun je precies zien wat we al hebben en wat we niet hebben. En Sonic schrijft, jij had dat moeten weten. Serieus. Shame. Oh, wacht, ik snap het. Goed zo. Zelda is Zelda's lullaby. Epona is Epona's song. Het zonnetje is de Sun's song. Saria is Saria's song. De ocarina is het de Song of Time. En het donderwolkje is de Song of Storms. Het is niet zo. Oh, wauw, dit is leuke muziek. Oh ja, gelukkig hoef ik nou niet te speedrunnen. Dat is goed. Maar ik moet dit wel 2 keer doen. Dat is niet goed. Ach ja. Ik denk alvast een beetje trainen. Die hoekjes die zijn heel vervelend. Omdat die soms wel eens heel gemeen... Want het is random. Soms kan die heel gemeen zijn vuur gooien. Waardoor dat je dan toch... Kijk, zoals nu. Ja. Je moet het doen binnen een minuut dan, hè? Binnen een minuut. Ja. Dus je moet echt... De max is 59 seconden. 1 minuut telt dan niet. Nee, precies. En dat is zuur. Ik heb het een keertje gehad. Dat hij op 1 minuut stond. En ik dacht... Jee, ik heb hem! Nee.
Ik hoor achtergrondgeluid. Nu niet meer. Wow, dat was luid. Hallo. Hallo. En natuurlijk word ik op het laatste moment alsnog geraakt door zo'n vlammetje. Maar ja, ik heb ook helemaal niet rondge... Yu-Gi-Oh! Te kijken! It's time to... Maar ja, dit is 1000 keer leuker. It's time to duel! I play my hookshot in defend mode! Wait, what? Ha! You activated my trap card! It's a piece of art! Dear God! Ik vind het zo grappig hoe dat ze dat overdramatiseren, gewoon heerlijk. Nou, ik heb wel de serie heb ik wel gekeken. Song of Time, die ook al zo lang niet meer hoef te spelen. Dan zit ik te denken, wat kun je eigenlijk nog meer met de Song of Time? Je kunt in de Fire Temple een extra skulltje laten pakken, yay. Yeah. En bij een extra kistje. Dat is het waard. Maar de Fire Temple die staat inderdaad op ons to-do listje, want daar hebben we ook best wel veel. Ik bedoel, we hebben een Fire Tunic, we hebben daar 2 sleutels nu voor. Je kan er heen warpen. Nee, die kunnen we niet. Oh nee, dat... Wat? Oh nee, je hebt de medaille ervan. Blech, ik zit verkeerd te kijken. Blech. Onze moderator, jongens. Yay. Sorry. Ga in de hoek. Shame on you. Oké. Okay. Ben je wat terug. Ben je in de hoek? Hij is echt in de hoek gegaan. All by yourself. I knew you would do it, but you activated my trap card. Counter target spell. Oh nee, wacht even. Ik ben weer terug uit de hoek. Hoe was het in de hoek? Stoffig. Ah, for fart's sake. Nou, ik denk dat ik hem nog kan halen. Ik ga het gewoon proberen. Ik geef niet op. Goedendag. Niet vanzelf. Oké, nou geef ik het op. Dan ga ik gewoon hier naar de muur. Dan ga ik ook in de hoek staan. Ga ik hier ook in de hoek staan. Beste manier om dit te resetten. Oh, ik haat dit zo erg. Dat binnen een minuut. This better be worth it, Ploepie. Hier, een recovery hart voor jou. Nog minder nuttig. Nee! Het kan nog steeds. Geef de hoop niet op. Nee eens, Flareon. Het is alleen jammer dat de Nederlandse versie nooit is doorgegaan van Yu-Gi-Oh! Tien seconden hier. Hurry up! Nee! Don't do this to me, game! Wacht, 1 minuut telt wel? Toch wel? Oké. Okay. En het was het waard, hoverboots! Hoppakee! Oh, oké. Okay. Dus! Oké. Okay. Oh. Dat maakt een aantal dingen een stuk makkelijker. Nederlands, moet ik dan denken aan... jij hebt mijn volkaart geactiveerd. Nou, ik zit eventjes te denken. Ik denk... Laten we heel eventjes ergens op een rustigere plek denken. Want dit is nogal intimiderend. We hebben de slingshot nodig. Om... Ja... Nee, we hebben de boemerang hebben we nodig. We hebben de boemerang nodig. Want dan krijgen we de forest medaille. Want dan kunnen we Jabu Jabu kunnen we verslaan. Of ja, verslaan. We kunnen nog Epona kunnen we nog halen. Ik ga eens even kijken wat we nou eigenlijk hebben qua sleutels. Want volgens mij hadden we 2 sleutels.
En... de map en een kompas. Nog niet de boskey. Dus we kunnen sowieso... eerst langs de Rooney... Wacht even. Ja, het is jammer dat we die boskey niet hebben. Want we hebben de hoverboots. En dan kunnen we gewoon... dan zouden we de... Oké. We weten al dat de medaille zinloos is. Dat wel, maar... de Gerudo Fortress, hè? Die keys zijn ook gerandomized. Ja. Dus dat betekent dat je daar ook 4 pick-ups hebt. Ja. Want je kan er al heen. Daar kunnen we ook al heen, ja. Maar ik heb zoiets van... we kunnen alvast een beetje Dead Mountain doen. Want we hebben hoverboots. We hebben daar 2 sleutels. We hebben het hitterpestendige pakje. Er zijn er zoveel kistjes waar we nou even bij kunnen. Plus we hebben de Song of Time. Kunnen we Skulltula's gelijk meenemen? Tuurlijk. Maar ja, hey, het zijn 4 pick-ups. Dus het is handig om je achterhoofd te houden. Ja, nee, dat weet ik ook wel. Maar dan moeten we eerst nog eventjes Epona bevrijden. Daar heb ik nou nog geen zin in. Die staat er nog even goed bij Luigi. Luigi! Mamma mia. You'll never come to my range. Nee. Tenminste, ik vraag me af of dat kan. Aangezien dat... we hebben nooit met... hoe heet dat? Mario, oftewel Talon. Die is nooit binnengekomen. Dus, met andere woorden, vandaar dat hij zo makkelijk de range heeft kunnen overnemen. Want hij is daar altijd blijven slapen. Ja, want wij hebben van Melon hebben wij geen, hoe heet dat? Geen Weird Chicken Egg gekregen, want die moeten we ook nog steeds vinden. Oh, shoot! Oh, shoot! Wow! En we kunnen nog de Piece of Heart doen in Lake Hylia. We kunnen nog de Fishing Quest doen bij Lake Hylia. Zat pick-ups. Nog zat te doen. Zoveel te doen. Je hebt nog zoveel te doen. Ik moet een piece of hard halen. Dat klonk heel erg mooi synchroon. Zoveel te doen. Je hebt nog zoveel te doen. Ik moet items zoeken in een vulkaan. Ja, maar als die vulkaan geen lava meer zou hebben, zou de vulkaan dan niet vulk uit zijn? Dan is die vulk uit. Maar deze vulkaan is niet aan het uitbarsten, dus dan is het toch een slapende vulkaan? Oh mijn god, dit deuntje is perfect bij de vulkaan, bij de Fire Temple. Maar ja, wat als je een frampoos nou wat vriendjes heeft? Is dat de Fire Temple? Ja, dit is de Fire Temple. Nou, Where are the guards? Ach, je bent Gordon aan het bevrijden. Oké, okay, chat, ik heb wel iets leuks eigenlijk voor jullie nou. Er zijn namelijk 2 wegen die we kunnen doen. Ja. Oh, oké, okay, waarschijnlijk... 2 voor 2 en 2 voor 1. Nou, we kunnen dus zeg maar... trouwens, wacht wel eventjes, want nee, dan hebben we 3 sleutels nodig. Ach, tenminste, en als nee, even denken. We daar daadwerkelijk ook in, want we hebben voor hoverboots. Even denken, je komt daar zeg maar, hier vind je de sleutel voor die deur normaal gesproken. Daar vind je 2 sleutels, want die achterste deur die zit ook op slot. Want daar vind je 2 sleutels en dan kom je daar... we kunnen of... ja, deze deur die gaan we sowieso door. Weet je wel, ik ga eerst eventjes deze deur door. Want dat is de eerste of. Trouwens, nee. Het heeft helemaal geen nut, want die deur die zit op slot. En de kamer daarachter, daar zit nog een deur en die zit ook op slot. Dus dan hebben we sowieso nog 2 sleutels nodig. Sorry, geen multiple choice. Helaas. Dus wij maken dadelijk ook gewoon de eerste open. Ja, sorry jongens, ik wil jullie vragen welke route gaan we nemen. Maar dat heb je zelf bepaald. Nee, dat heb ik niet zelf bepaald, want als wij... weet dat, hier heb je een sleutel voor nodig, die daar zit. En daarachter, daar heb je gelijk weer een sleutel voor nodig. En er zitten geen pick-ups. Ah. Dat werkt niet! In de vorige tempel wel! Een strikkaart. Beetje ruik, vind je niet? Adios. Tot ziens, Leon. So long, Ewol. Oh. Ah, ik blijf... precies, Eevee. Ik weet... ja, Eevee, ik krijg een mailtje ergens van. Ik weet niet waarvan. Nou krijg je een Key Sanity deel 2 notificatie. Ja, die hebben we vandaag ook geüpload. Al moet ik heel eerlijk zeggen dat ik hem bijna had genoemd van zoveel support. Maar dat vind ik weer een beetje... ja... hey, Super Mario! Hallo! Mamma mia!
Press start to play. Press L to P. Echt de muziek hier, dit vind ik zo fijn. Ja, ja, ja. Je kon ook dat de bok weghalen. Nee, het is hartstikke koud, man. Wauw, oké, keuze is er weer. Keuze is er weer, jongens. We hebben de keuze. We hebben de keuze. Want, oh, trouwens. De keuze. Boe! Boe! Wow. Boe, niet gerandomized. Boe! Shame! You should be ashamed of yourself. Maar ja, in ieder geval, we kunnen heel eventjes die skulltje-la-la-la even ophalen. Eens even kijken. Daar moet ik hem ook nog op de echte Ocarina gaan spelen. Persoonlijk ben ik ook een hele grote fan van die alternatieve deuntjes van de Song of Time. Exact. Nou, die reverse vind ik niet zo mooi. Nee. Dat is goed diep. Is dat een Teddy Ursa? Bleh. And I do not like likes. Ga weg. Ik zei ga weg. Ga heen. En kom niet meer terug. Oké, maar goed. We hebben dus de optie. We kunnen hier uit het hoofd. Sowieso achter één gesloten deur zitten twee pick-ups. En bij die andere... Volgens mij ook twee, maar dat durf ik niet zeker te zeggen. Maar die zitten achter twee gesloten deuren. Je kunt zeg maar, we kunnen die deur daar, die we nou zien... Oh, jij gaat omhoog, dat moet je zelf weten. We kunnen dus achter die deur... Daarachter zit weer gelijk een gesloten deur, waardoor dat we dus twee sleutels nodig hebben. En voordat we de volgende deur nodig hebben, of voordat we dus bij de volgende deur komen... Kunnen we twee pick-ups pakken. Dus we kunnen die kant op... Of we lopen terug bij die totempaal, want we hebben de hamer. Gebruik één sleutel, wachten tot we de tweede sleutel vinden. En gaan naar die twee pick-ups. Waar gaan we naartoe? Zeg het maar, chat. Dus gaan we naar de totempaal of over de brug? Dus totempaal of brug? Totempaal of brug? Totempaal of brug? Paal of brug, nog makkelijker. Totem of brug? Ja, ik ga gewoon hier op de paal staan. Dit is keuze paal. De andere is keuze brug. Paal of brug? Paal of brug. Oké, okay, ik heb één vote voor paal. Sta je even voor paal? Hij zei paal. En Flareon Games, dankjewel voor je bent een subscriber. Nou ja, eigenlijk dankzij je beetje. Je weet je. Ik vond ook dat zij een subscribe voor de... Ja, dat is lief. Alsjeblieft, Flareon Games. Ja. Nu kun je het niet gebruiken. Thanks, JB. Ik heb al twee votes voor paal, dus we gaan gewoon gelijk door naar de paal. Flareon Games. Echt die vraagteken eronder. Thanks. JB, je nog bedankt voor de subscribe en dat is hartstikke lief. Graag. Yay. Ja, we hebben twee votes voor paal gehad, dus... jullie voten niet, jullie zeggen niks. Jullie kunnen ook voten, weet je dat? Hallo! Hoi. Ik heb het tegen jullie! Ja, nee, dat weet ik, Super Mario Play, maar ik heb het over JB'tje en Sonic Strife. Je weet je? Ja? Sonic Strife? Sonic Strife? Sonic Strife? Sonic Strife zegt niks meer. Strife! Oh.
Wat gebeurde er? Heb ik iets gemist? Ik lees straks al bij. Hè? Jawel. Ah, is dat wel. Ik vroeg me af of Sunday Scribe niet meer in de Skype al zat, maar. Nee, niet mijn schild! Geef terug, stom beest. Mag ik heel erg brutaal vragen wat happened in chat? Weer zo'n verboden woord of iets? Werkt mijn Skype nog wel goed? Ik zet toch wel eventjes dat geluid delen uit, want volgens mij werkt mijn Skype niet goed. Ik wil zeggen, doe dat... Hallo? Hallo? Is dat veel beter? Ja, nu hoor ik jou in ieder geval weer goed. Ja, ik zei dus al de hele tijd van... Waarom stemmen jullie niet welke kant dat wij opgaan? Ja... En dan zei ik dus ook een beetje tegen Sonic, maar ja, die hoor ik helemaal niet meer. Dus, en wat was er nou gebeurd in de chat, als ik vragen mag? Ik zal Jeff sturen. Oh ja, nee, dat stuur maar gewoon in de... Je weet wel welke chat. Ja. Daar kijk je... I will take a look at it, thanks. Hallo. Ah, daar is hij weer. Yes. Waarom vote jij niet van paal of brug? Waarvoor vote ik niet paal van brug? Was een little rough, don't you think? Nou, omdat de chat dat niet, Flareon, die mag ook gewoon mee voten. Jij bent toch ook een moderator? Weet dat ik bepaald Ah ja, de vorige keer had jij ook gevoten, volgens mij. En dat was met Mumo. Ja, had ik ook bepaald gekozen, dus, En dat ging goed. En dat, Gelukkig met Flareon Games. Dat is fijn om te horen. Wat? Oh, ik ga er wel nu vandoor. Ga je weer volleyballen? Nee. Tennissen? Nou ja. Basketballen? Voetbal? Kickboksen. Is goed, Sonic. Nee, hoor, het nichtje heeft een voorstelling, dus yay. Oh, nou, veel plezier. Ja. Dat is altijd leuk. Veel plezier. Dat zou ik zeggen. Kijk, Spirit Temple. Hallo. Later! Doei! Later! Kijk, Spirit Temple. Handig. Nou, ik ga er tussen. Doei! Doei! En wij hebben een fart contact. Die zat hier de vorige keer ook in! Niks random. Nee, jawel, want dat is random. Maar die zat bij... Toen Sonic dus ook zei van paal... Toen zat daar dus ook inderdaad een hard container in. Ja, ik heb toch heel even snel speaking. Ik ben toch wel een beetje nieuwsgierig. Zomaar, ja. Ik ga niks aan doen. Even kijken. Heb ik hem nu hier openstaan? Wel toch. Ah. Ja? Ja, nee, ik snap hem. Oké. Maar misschien was het ook een beetje mijn fout, omdat ik dus... onduidelijk was doordat ik de hele tijd zei van... Hallo, yeah. Jullie kunnen voten! Dus het kan ook wel een beetje mijn fout zijn. Dus. Ja, het is eenmalig. Ja, nee, daarom. Dus don't feel guilty about it. Oké. Okay. Oh ja. Hoi. Ik heb mijn Eevee-oortjes trouwens niet op. Dat kan niet, hoor. Oh... Shit. Ik weet dat ik hier wel de platte oortjes zo'n beetje heb, maar deze oortjes die zijn leuk, want dan heb ik Derpy Eevee. Derpy. Zo, ben ik weer Derpy. Hè? Een beetje Derpy. Zo, deze een beetje hoger zo, dan zien we de oortjes wel leuker. Derpy. Oh, the Serenade of Water. Altijd leuk. Ja, daarom. Ja, ik heb zoiets van, dan kunnen we toch alvast de Scarecrow song leren, want die is ook heel erg handig. Plus... Ja. Die twee pieces of hearts die we hier kunnen halen. Of ja, één piece of heart en bij de andere zou het een diving ding zijn. Maar ja, door de Scarecrow song kunnen we dat dus leren. Ah, Saria's song. Die blijft ontstanden tot het einde van tijden. Boomerang zou wel fijn zijn eigenlijk om te vinden. Want ja, er is nog zoveel wat we nou nog kunnen doen. Maar... Ik zit wel te denken, want ja, we hebben dus nu deze twee pick-ups. Fire Temple hebben we nu gedaan. Hoe zaten we met Water Temple?
één sleutelpas. Maar daar kunnen we, ja, daar hebben we de longshot niet voor. Maar we hebben wel één sleutel. En we hebben nou Zelda's Lullaby. Dus daar zouden we ook eventueel eventjes een kijkje in kunnen doen. Liever niet. Maar we zouden het kunnen doen. Liever niet. Maar we zouden het kunnen doen. Liever niet. Dus... Maar het is toch wel een optie. Liever niet, maar... Oké. Okay. Hi. Gewoon echt al 4 sleutels voor Gerudo's Training Ground. Wauw. Ja, maar daar heb je in totaal... We hebben er 7 nodig. Maar er zitten 10 of 11 sleutels heb je daarvan. Ja, dat is waar. Yo, buddy Pierre moet wel opkomen dagen. Want echt serieus, dat is glitchy als neus. Echt, op de meeste momenten is dat zo glitchy. Ja. Vraag me niet waarom, maar echt op sommige momenten. Flareon Gleam... Had ik hem nog langzamer kunnen spelen. Flareon Games is nou wel een hele blije fluff. Ja, ik zag het al. Dat is fijn. Oh ja, ik had volgende... bij Moshi Moshi zou ik Fluffiness meenemen. Oh. Ja, neem ik Fluffiness, Johnny en Jolly neem ik mee. Leuk. Joh. Dit wordt heel intimiderend vissen. Welke muziek? Velvagia, boss battle. Ah. Alsof dat we gaan zoeken naar Jaws of zo. Iedereen nou gelijk op de Discord, weet je wel, gelijk gaan kijken van... welke Eevees waren dat ook alweer? Ja. Dat is een Flareon, een Eevee en een Leafeon. In case you have forgotten us, it seems, nevertheless, you're a fish. Just remember. Moshi Moshi, dat is in Amsterdam. Ja, dat is dit weekend. Ik help de plusje stand Anyworld for You weer mee. Dus René die zou daar niet aanwezig zijn. Die zou op een ander evenement zijn. Tenminste, daar had hij het over. Dus René die is er weer bij Tomoper. Waar ik een tournament doe onder de naam van René Kart. Sorry. Het visje hapte niet. Oh. Geen Jaws voor jou? Ik heb een visje nu en ik vang hem nu. Ik vang hem nu. Visje hier. Echt, dit is in één keer niet meer intimiderend. Wel grappig hoe dat beide evenementen eigenlijk... Even kijken, ben jij hoger als een 10 pounder? Jij bent een 7 pounder. Jij bent het niet waard. Nou, ik moet een 8 pounder minimaal hebben en die zit dus altijd gewoon standaard daar. Volgens mij was dat 6 en 7, Jenny. Ik zal het heel even snel kijken. Ja, 5 en 6 januari. Dus dat is pas volgend jaar. Ja, het duurt sowieso nog een jaar voor het... Dat Tomo er is. Ik vond het wel grappig tot bij... nou ja, ik vond het niet echt grappig. Ik vond het eerder zielig. Bij TomoCon kwam een van de organisatoren... Die kwam gelijk naar me toe en die zegt zo van... Oh, bij TomoCon wil jij dan dit? Want we hebben dit al geschreven en dat al geschreven. Weet ik het allemaal niet meer. Hadden echt een heel programma geschreven. Omdat ze dus vroegen of ik dus op het podium wou staan voor hun. En ja, er was één heel klein probleem. Het valt tegelijkertijd met Elvia. Ah. Oh. Dus ja, het grootste probleem is... Ik kan maar op één conventie tegelijkertijd zijn. En Elvia die staat zeg maar bij mij op een hogere lijst... In verband met ja, Elvia is een fantasy fair. Is altijd gezellig. Geeft een beetje het authentieke middeleeuwse stijl. Heeft het weet je wel... En dat is in de kasteeltuinen in Utrecht, bij haar zuilens is dat. Ja, dat ziet er gewoon hartstikke mooi uit. En ja, die wil ik echt niet overslaan.
En ja, Tomo die kwam dus aan echt zo van, ja, dat is die en die datum. En ik zeg zo van, oh, ja, jullie vallen tegelijkertijd met Elvia, sorry, maar dan zal ik er dus niet bij zijn. En ik zie dus Mark zijn blik echt zo... Nou, ik zou nog net niet zeggen dat het instorten was, maar hij was wel echt zwaar teleurgesteld. En dat vond ik best wel zielig eigenlijk, van ja... Oh. Omdat ik de vorige keer dus ook zo goed op het podium voor hem bezig was, dus... kun jij nou een keertje... Hè? Ja, heb je hem? Eindelijk de goede. Ja, ze hebben het een stuk makkelijker gemaakt, gelukkig. Dat is goed. Wow, this is a real lunker. It's 10 pounds. You wanna keep it? Yeah! Maar ja, dat maakte ik dus weer goed door naar met Tomocon dan toch maar een tournament te gaan organiseren. Ik moet alleen nog heel eventjes wachten van René Koorts, dat ik weet wat de prijzen zijn. Want dan kan ik, het voor hun op de website neerzetten. Wauw, dat was het niet waard. Jammer. Eevee is ondertussen trouwens korreltjes aan het schieten. Eevee, niet doen. Maf Keesje. Maffe Bunny. Nou ja, misschien is de piece of heart het waard. Laat het hopen. Ja, ik hoop zo toe. Zo'n beetje jammer zijn als dat niet het geval zou zijn. Maar volgens mij hebben we dan verder niks meer als alleen maar de Gerudo Trading Grounds die we zouden kunnen doen als Adult Link. Ja, en we kunnen de watertempel in, maar liever niet. De hum-tempel. Test. Ja, je doet het weer. Hij doet het weer. Nou, niet meer zoveel spam, hè? Houd je een beetje niet van. Wordt er, die is daar allergisch voor. Grap. Riew. Maar toch een beetje sorry voor de onduidelijkheid. Het is ook een beetje mijn schuld. Ja, het is nu allemaal duidelijk. Het is goed. Nou, weet je wat? Misschien moet ik dan ook nog heel eventjes een time-out. Zijn 10 minuten al om? Nee? Oké. Okay. Je beetje? 10 minuten? Nou, bijna. Neem jij de audiocommentaar er maar over? Ja, is goed. Er zit wel 10 seconden delay in, maar dat is wel goed. Hallo? En hij pakt zijn hockeynator en gaat zomaar de schoorsteen op. Hij schiet op Pierre. In één keer is hij Sinterklaas. Hij gaat de schoorsteen naar boven. Sst, je hebt de time-out. Screw die tie-out, we hebben een Minuet of Forest, we kunnen naar de Forest Temple. Oké. Dat was een time-out van 20 seconden. Ik sta nog steeds boven jou, hoor. Ja, ik maak mijn time-out gewoon undone. It doesn't exist anymore. Oké, ik zet mezelf al op 10 minuten time-out. Hey, Mirte! Hallo! Leuk dat je er ook weer gezellig bij bent! Nee, dat deed je ook heel erg goed. Het is goed. Het is goed. Drop it. Zand erover. Kaas eroverheen. Een beetje gegasp, weet je wel. En dan laat het eventjes een beetje zo... Een beetje smelten. Een beetje zo op de bakplaat, weet je wel. Tot het een beetje zo smelten. Lasagne. Koken met Stevie. Hey, yeet, streamer. Yay. Yeet, hoe gaat het met yeet, streamer? Sorry. Ik ga eens even kijken of ik nog wat te eten heb thuis. Anders moet ik nog even gaan naar de supermarkt. Voordat ik ga livestreamen. Ja, je hebt nog een uur. Ja, en ik heb het gaat goed. Heel veel support de afgelopen streams, moet ik heel eerlijk zeggen. We hebben subscribers, we hebben mensen die heel erg veel cheeren de laatste tijd. Ja, gaat goed. We vinden de goede items, er is goede progress elke keer, dus... Maar in ieder geval, ik ga eventjes naar de supermarkt, anders heb ik straks niks meer. Laat je mij nou zomaar alleen? Ja, ik laat je zomaar achter. Ik heb toch een 10 minuten time-out. Ja, nu wel, omdat je me achterlaat. Ja. Oké. Dus ik heb... Ja, ik heb hem hier. Ik heb Lucky Jon, heb ik hier. Ik heb hem altijd bij me. Ja, ik heb nou mijn rits een beetje dicht zitten, maar... Zeker. En natuurlijk ook Johnny, die heb ik ook nou eventjes veel bij me. Dus... Johnny brengt ook heel erg veel geluk op het moment. En wat krijgen we hier? Oké, rip game. We kunnen nu gewoon echt...
Dankjewel Super Mario Play voor de abonnement voor Meerte. Dankjewel voor de support. Meerte, dankjewel voor de subscribing. En ja, Super Mario Play, dankjewel voor het als cadeau te geven. Waarom ook niet? In ieder geval, dit is flinke rip Young Link game. Want dit wil zeggen dat we waarschijnlijk alles kunnen doen als Young Link. Nou ja, we gaan gewoon kijken hoe ver dat we door de forestempel heen kunnen komen. Ik bedoel, we hebben de hookshot, we hebben pijlenboog. We hebben de boskie zelfs. Het enigste wat we niet hebben... zijn genoeg sleutels. Dat is het enigste wat we niet hebben. Maar trouwens, nee, we hebben de boemerang nog nodig. We hebben nog de boemerang nodig als Young Link. Oh, 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 oh. Jongens, echt serieus. Als dit zo door blijft gaan, dan kan ik mijn partner worden. Dan hebben we dadelijk, ik weet niet hoeveel emoticons. Importeren we alles van Discord, importeren we gewoon naar de livestream. Zo maakt mij het uit. Ja, Mirte, zover ik... er was mij aangeraden om die affiliate-programma te starten. En met het affiliate-programma kunnen mensen dus subscriben. Dat is een betaalde service, zeg maar. Dat is voor een maand is dat 5 euro. En dan kunnen ze dus één emoticon gebruiken en krijgen ze een hele leuke badge voor hun naam te staan. En kunnen ze dus ook cheeren met bits. Dat zijn die dingen die dus daarboven, zeg maar, in de chat nu staan. Ik heb dat programma dus gelijk gedaan. En ja, iedereen is massaal gaan abonneren, noem het maar op. En ja, supporten voor de chat. En ze kunnen dus allemaal het logootje gebruiken. En we hebben er weer een partcontainer. Dat is al helemaal nice. Het enigste is, omdat we dus een affiliate programma zijn en nog geen partner, kunnen we nog niet meerdere emoticons gebruiken. Maar wie weet, misschien ooit in de toekomst is dat wel mogelijk. Dus dat is een beetje de update. Hoe is het verder met jou trouwens? It's been a while. Ik krijg deze muziek hier inderdaad. Wauw. Nou, ik zou niet zeggen dat het echt geboost was, maar je zei wel van, weet je... Ja, zo'n sub-hype train of zoiets, dat moet je er inderdaad niet neer gaan gooien. Maar je hebt wel inderdaad neergezet zo van, ja, weet je... Je haalt behoorlijk veel voor, ja, om goede streams te maken. Je haalt goede apparatuur. Je hebt nou weer die bouwlampen erbij gehaald. Je hebt een groen doek gehaald zelfs. Dus ja, als we dan een beetje supporten, ja, dan hebben wij ook een leuk emoticon dat we kunnen gebruiken. Dus dat maakt supporten toch een beetje aantrekkelijker. En ja, daarmee heeft hem inderdaad best wel goed over weten te halen van... Nou, misschien moet ik het dan maar gewoon doen. En Mume heeft me er dus een beetje mee... Mume heeft me er dus echt mee geholpen. Met heel dat programma op te zetten. Nee, ik vind die trains vind ik ook niet. Dat is echt zo van, hallo, subscribe nou eens, hallo. En ik wil er nooit om vragen. Ik wil echt van, het moet uit jezelf komen, weet je wel. Het moet echt... Ik hou daar niet van. Net zoals vechten van wie is de top donator. Nee. Ik bedoel, daar hebben we maar een vleugje van. Dat is dat bitsysteem en daar houden we het bij. Volgens mij heb ik geen drinken hier bij me zitten. Oeps. Oh, shoot. Nee, dat is goed. We gaan vandaag, als zover dat ik de planning heb staan... We streamen vandaag tot 6, want om 6 uur dan gaat JB streamen. En ja, ik ga hem dan supporten door hem te hosten. Maar Super Mario Player, was dat niet zo tot op het moment dat jij dus gesubscribed bent op deze... dat je dus dat emoticonnetje gewoon in elke Twitch stream kan gebruiken? Want ik zie je ook soms wel eens andere gebruiken die ik echt absoluut niet ken. Oh, elke stream... Dus stel je voor, ik ben dus offline. Dan ga je gewoon naar een andere stream en dan kun je hem daar de hele tijd gebruiken. Oké, ga niet natuurlijk lopen spammen van... Hey, kijk eens wat ik van trainen. Ik bedoel, je gaat naar een stream om daar gezellig die stream te hebben. En je kunt dan een Happy Eevee plaatsen. En dat is leuk.
Oké, dat was makkelijk. Ja, ga jij nou mijn soep eten? Ik ben volgens mij vergeten mijn drink te halen, want dat staat volgens mij nog boven. Oeps. Zo, die hebben we ook gedaan. Espion is paars. Purple. En light arrows. Dit wordt echt Ripperoni's game. Dit wordt echt gewoon Ripperoni game. Nou, Flareon. Het leuke is, je hebt ook je, zeg maar... Ja, een beetje... Ja, het is gewoon... Ja, violet is een paarsachtige kleur, dus... As far as I know. Dit kunnen we trouwens nog makkelijker doen. Ik ben op zoek naar, hoe heet dat, ook weer een bepaalde Pokémon. Want ja, het is bijna kerstmis en ik ben ook weer op zoek naar kerstcadeautjes en zo, dus. Hey, Rainbow! Ah, je bent ook redelijk op tijd, hoor. Geen zorgen. Ach, kijk nou toch eens. Deze muziek die is echt zo fout hier eigenlijk, terwijl ik hem eigenlijk geniaal vind. Ik vraag me eigenlijk trouwens toch wel af waar Daniel blijft. Ik bedoel, Daniel die is er nog niet. Ik had toch wel gehoopt dat Daniel er zou zijn. Jammer dit. Ach ja, misschien komt hij dadelijk nog. Hi Daniel. Sst. Ik doe net alsof dat ik je niet gezien heb. Sst. Ja, echt jammer Rainbow. Vind ik echt heel jammer dat hij er niet is. Even kijken, wat hebben we nog nodig? We hebben de light arrows. We hebben de hover boots. We hebben de iron boots. Nou ja, we hebben sowieso nog de sleutels nodig voor Ganondorf's Castle, dus... Even stream, even refreshen, ik loop achter. Ja, dat gebeurt wel eens. Stick upgrade, waarom ook niet? Even kijken, dat waren gewoon een normale... Ja, daar hebben we niks aan. Ik vraag me eigenlijk wel af hoe ver komen we eigenlijk in deze dungeon. Ik bedoel, we hebben wel de boss battle, maar volgens mij hebben we niet sleutels genoeg. Nee, niet happen naar mij, niet happen naar de baas. Stoute, stoute, stout beest. Poink. Oké, careful, gentle. Kunnen we nou denken? Nee, tuurlijk niet. Ik vind het ook jammer dat ik er niet ben. Wait, what? Nou, zullen we dan maar gewoon zeggen dat je er wel bent, Daniel? Zullen we niemand meer voor de gek houden? Welkom, Daniel. Leuk dat je er bent. Want we hebben wc-papier gevonden van de wc... Van de... Kom op, dit is Keysong Sanity. Dat is Flame als we de map vinden. Who needs a map? Ik weet toch zeker. Ik probeer het maar één keer. Want ik weet dat daarboven nog een extra golden sculpture zit. En dat daar Pierre kan verschijnen. En op een of andere vage manier verschijnt hij daar nooit. En ik heb geen andere manier hoe dat ik daar eigenlijk kan komen. Ik heb echt geen flauw idee hoe dat je daar anders kan komen. En we hebben nog maar 4 hartjes trouwens. Laten we daar maar 6 van maken. Hallo.
Nou ja, we hebben hier nog een kistje. En dan kunnen we nog heel veel andere kistjes gelukkig nog halen. Maar vergeet niet, we hebben hier 3 sleutels. Ah, we zitten weer op full health. Glitch game. Fleg, hoe bedoel je eigenlijk precies glitch game? Want wij glitchen juist absoluut niet. Daar houden we niet van. Nou, ik weet wel, volgens mij is er een manier om heel erg veel te kunnen skippen qua sleutels, omdat we hebben nou de hoverboots. Dus volgens mij kunnen we wel iets skippen. Niet veel, maar een beetje. Oh, de Pierre glitch, ja. Ik weet niet, ik heb hem zelfs in de originele, dus als je gewoon normaal speelt, zelfs daar heb ik hem nooit gehad. En ik weet dat hij daar zit. Waarschijnlijk is het dan een andere manier om daar nog boven te komen, want ja, Navi gaat daar toch wel naartoe. En je hebt hem nodig als je 100 culture nou zou willen hebben, maar... Misschien is hij gefixt in de geüpdate versie, omdat dit nog steeds 1.0.0 is, dus... Die is in Europa is hij nooit voorbij gekomen, dus... Ik weet dat we kunnen door die deur daar, maar volgens mij helpt dat niet echt heel erg veel. En gelukkig hebben we de... Weet dat, gelukkig hebben we ook nog eens een keertje de Gorm bracelets gevonden, want anders zouden we deze stenen nog niet eens kunnen verplaatsen. Daar kwam ik laatst bij een andere randomizer achter. Ik had echt alles al tot ik de vorstempel kon doen. En ik kon bij deze stenen, kon de stenen niet verplaatsen. En de enige reden waarom dat ik die stenen niet kon verplaatsen was omdat ik de, ja, de Gorm bracelets niet had. Ja, en normaal gesproken heb je die altijd, dus. Even kijken, zat het niet één bel hoger? Dit deuntje, dat blijft nou heel erg lang in mijn hoofd zitten. Want JB'tje is nou naar de supermarkt. Ik zit eventjes te denken van, we kunnen dadelijk daarboven nog door de deur heen en volgens mij kunnen we nog langs alle andere kistjes, maar daar houdt het weer mee op. Zover ik weet. Maar ja, wat heel erg belangrijk is om te vinden is dus de boomerang. Weer een GTG, oké, nice. Altijd handig. Dus. Ik moet wel zeggen, ik heb wel zin in het weekend. Ik bedoel, Any World For You, altijd supporten en altijd helpen. Dat is altijd leuk om te doen. Dus, dus ze zijn altijd hartstikke gezellig. Net hetzelfde wat ik met René Korts heb. Het is altijd leuk om daar te zijn, weet je wel. Met René ook, altijd hebben we plezier. We maken er altijd wel iets leuks en gezelligs van. Zoals dat ik bijvoorbeeld op zoek ben naar sommige kaarten voor René altijd. En dan ze het dan niet vindt en dan in één keer ze weer wel vindt. En bij Any World For You is het altijd weer gezellig omdat, ja... Ze vinden het leuk als je dan een beetje op je ocarina speelt. Dat je een beetje de pokerfluit tune en alles doet. Dus, ja. Hallo, daar was ik weer. Hallo, supermarktje. Hallo. Ja, die is eventjes super de boer Aldi Lidl 200. Die is heel eventjes nou soep eten. Oké. Okay. Je weet wel, de gast met vele namen. Ja. Ja. Nog wat gemist? We hebben de light arrows gevonden. Dat is goed. Dus de slingshot, daar was je nog bij. Nee, die heb ik ook gemist. Die heb je ook. Ja. De slingshot die had je wel. Dat was nog net voordat je ging. Ja, toen was ik denk ik al aan het... weggaan. Ja, supermarktje B. Nou, we hebben nog in ieder geval een paar pick-ups die we kunnen doen, want nu komen we bij de eerste ghost staan. En ja, we hebben al de pijl en boog, dus we kunnen al een paar ghosts neerhalen. Dus dat zijn sowieso uit het hoofd 3 kistjes. Dan hebben we de key chest nog die we kunnen pakken. Dat zijn al 4 kistjes. Plus er zijn nog 2 kistjes die daar beneden zitten die we nog zouden kunnen pakken. Dus we hebben nog genoeg pick-ups hier. Yay, pick-ups! Geen hiccups, maar pick-ups. Kun je eigenlijk one-shotten met light arrows? Geen idee. Ik zal ze even proberen het uit. Ja, speedrun tactics.
Nee, dat is geen one-shot. Is dat voor onzin? Oh. Hoezo is dat geen one-shot? Dat is dan weer jammer. Ik heb echt zin in een kaartspel. Ja, gelukkig. Nou, ik moet heel eerlijk zeggen. Yu-Gi-Oh! Dat is inderdaad super overhyped. Of overdramatisch gemaakt. Want ik heb wel eens van die games gezien bij René Cards. Tot ze dan Yu-Gi-Oh! Aan het spelen zijn. En echt die games die duren nog geen 2 minuten of zo. En dan is echt zo van, ik doe dit, doe dat, je bent dood. Wauw. René Cards! Rolt ook zo lekker van je tong of zo. René Cards! Oké, ik ga gewoon eens eventjes met deze gasten proberen. Misschien zijn die te one-shotten hiermee. Nee, schild blokkeert alles. Aww. Dat is zo flame. Dus als Ganondorf eigenlijk gewoon zo'n schild zou hebben van die stalvos, dan zou Ganondorf eigenlijk dus indestructible zijn. Ja. Ganon is een beetje dom. Ja, maar dat wisten we al. Ja, dat is waar. Wie is het? Jij? Maar je wil eigenlijk gewoon ze knuffelen. Boink. Kom hier. Gewoon. Oh, dat is nog altijd zo'n heerlijke leg spike. Je want als je ze knuffelt, dan willen ze je slaan. Ganon and his minions have seized the island of Korodai. Ja, Ganondorf. Je hebt gelijk. Nee, Ganondorf. Hij heeft gelijk. Hij heeft het punt. Ja, Ganon, hè? Nee, het is Ganon. Oh, schij uit! Trauma's! Lampenoil, touw, bommen. Oh, ik heb dat echt in het Nederlands gehad. En mensen die geloven niet dat ik het echt in het Nederlands heb gehad. Maar mijn vader die had het. Mijn vader heeft echt CDI gehad. Ganon is zijn neef. Oh, ik was wel blij dat mijn vader niet de derde Zelda game had. Wat was die derde? Adventures, Zelda's Adventures. Oh, ja. Yeah. Hoe lang kennen jullie elkaar al? Of wie heb je het nou? Nou, JB'tje die kent mij al 3 jaar, blijkbaar. hij kwam een foto tegen van mij, tot hij zeg maar mij tegenkwam op Tomocon, was het? Nee, First Look was het. Oh, First Look. En dat was 3 jaar geleden. Ja, dat was 3 jaar geleden. Tenminste, nee, 2015, 2016, een van de twee. Ja, daarvoor kende ik je ook al, maar echt Skype-contact hebben we? Nu een jaar of zo? Bijna een jaar, denk ik zo. Zoiets, ja. Zoiets? Nou, het grappige is, we zijn pas echt... hij is toen heel vaak op livestreams gekomen, toen is hij moderator geworden. En toen wouden we die dus ook wat meer mee naar evenementen. Toen hebben we hem uiteindelijk ook bij de Skype-groep gedaan. Ja, en sinds dat moment kennen we elkaar eigenlijk heel erg goed, dus... Ja. Hij snurkt. Nee. Nee, dat doe je niet. Bij sommige evenementen, daar woont gewoon iemand anders weer dichterbij. En dan ja, blijven we dus bij iemand anders logeren, dus vandaar. Dus Mume, die ken ik al vanaf 2014. Dat was op Tomo. Daar heb ik hem voor het eerst ontmoet. Hij gooide gelijk een bom naar mijn kop toe. Want Mume kende mij niet van YouTube. Mume kende me echt alleen van evenementen. Dus, en sinds 2015... Zeg ik dat goed? Hebben we de Nocturne of Shadows geleerd. En, nee. Even kijken, in 2016 heeft hij me voor het eerst meegesleurd naar evenementen. Ja, 2015 zijn we echt vrienden geworden toen. Heb ik de Oculus Rift heb ik toen uitgeprobeerd en alles. En in 2016 heeft hij me naar ik weet niet hoeveel evenementen gesleurd. Ja. Dus, Trimeister, die ken ik ook vanaf 2013. Maar dat was toen we samenwerkten met Gamepit. En ja, we hebben niet zoveel contact met elkaar de laatste tijd meer helaas. Want ja, druk. We hebben allebei best wel een druk leven. Leroy en Erwin, hetzelfde verhaal eigenlijk. Maar die ken ik al veel langer, want die ken ik nog uit de tijd dat ik met een andere YouTuber veel opnam. Dus... Strive. Ook volgens mij sinds 2016.
Toen kwam hij in één keer aan met een... toen kwam hij in één keer aan met een plushie. En die ken ik dus eigenlijk alleen maar ook via evenementen. Dus... Ik kwam toen echt zo in één keer aan van... Ja, heb ik op de kermis gewonnen. Ja, dat was een zelfdoen plushie. Ja. Ik hey, moest gelijk aan jou denken, dus alsjeblieft. Ja, het is toch leuk dat je elkaar zo allemaal zo leert kennen. Ja. Maar Flareon Games, die heb ik heel vaak gezien in livestreams. Dus die ken ik niet echt indirect, zoals dat ik de andere net heb opgenoemd. Maar ja, daarin heb ik wel gezegd van... zou jij misschien de chat mee willen helpen supporten? Want ja, we hadden echt op dat moment nog heel weinig moderators en het was behoorlijk druk. En ik ben nog steeds heel erg blij tot ja, Flareon Games daarmee wil helpen. Dus enorm bedankt daarvoor. En Myrthe, die heb ik volgens mij voor de eerste keer in 2016 ontmoet. Toen kwam ze in één keer aan met heel veel Eevee buttons, noem het maar op. En die is toen ook langzaam bij de livestreams gekomen. En ja, vanaf dat moment helpt ze ook mee in de chat. Dus, en ja, gaat ze ook soms mee naar evenementen en zo. Dus ook hartstikke gezellig. Ja. Oh. Oh? Daar weet ik niks van. Ik ontken alles en daar een heleboel van. Volgens mij was dat AnimeCon, maar dat durf ik niet meer met zekerheid te zeggen. Aww. Oh, dankjewel Flareon Games. Ja, dat was AnimeCon. Dat is best cool. Ja. Nee, je bent inderdaad ook... dat was ook inderdaad event only. Ja, wat is YouTube? Ik serieus, kun je het eten? Kun je het braden? Is het een recept of zo? Ja, je kan het al. Je kan er wel een recept op vinden. Zat. Dus dat, zoiets. Dat was eigenlijk best wel heel erg apart, want dat vond ik dus wel grappig, want... ja, mag ik het buttonverhaal vertellen trouwens? Of dan ben ik heel nieuwsgierig daar. Een Hylian Shield, hoera. Twitch, wat is dat? Ja, zo was ik ook begonnen aan Flareon Games. Oké, okay. Nou, het badge idee dat ging dus als volgt. Ze had dan heel veel badges en het eerste wat ze dus zag, tenminste zover dat ze mij heeft verteld, zag ze dus een gast rondlopen met Eevees. En die heeft toen de Eevee buttons gehaald. En die wou dan de Eevee, maar die had ook heel veel buttons voor anderen gehaald, weet je wel. Want die zag dat rondlopen, die zag dat rondlopen. Dus die had heel veel buttons. Maar op het einde van de dag had ze mij dus niet meer gevonden. Toen kwam ze me ergens tegen en was echt zo van, hier, buttons. En het eerste wat ik dus dacht bij mijn eigen, het eerste wat ik dacht was, oh, dat is een fan. Dus ik wou de camera er gelijk pakken, weet je wel. Van, mom, get the camera, hey. Wat? Hoe? Wat? Waar? Nee, hallo, je ziet er gewoon leuk uit. Daarom de buttons. Dus ga weg met dat ding. Ga weg met die camera. Bied er die camera mee. Weg met die camera. Je hebt 150 euro gegooid aan buttons. Ja, maar ja, als je zo'n stand inderdaad wil supporten, dan... Ja, dat snap ik ook wel. En je hebt er de kans voor. Kans. Ja. Kans. Blijft de kans voor jou. Maar dat was dus wel grappig, want ik dacht al gelijk van, oh, dat is een fan van YouTube of van Twitch, dus nee. Damn, zat ik ernaast. YouTube, huh? Maar goed, we hebben dus heel veel sleutels gevonden. Even kijken, we hebben we hebben nou twee sleutels voor de watertempel, daar ben ik het niet mee eens. We kunnen ook naar de Grudo Valley gaan. Ja, je hebt er nu zat... Nou, we hebben sowieso, we hebben nog niet de vriendjespolitiek, maar we kunnen wel alvast 4 sleutelpick-ups kunnen we alvast halen. Dat is goed. Het duurde 8 uur voordat ik Swivy weer vond. Ja, wij zaten of heel erg vaak gewoon echt op de trap, of we zaten bij de dealerroom met René Koorts te praten. Of we waren, volgens mij die Dance Dance Revolution hebben we ook nog best wel vaak gedaan. Maar we zaten best wel vaak buiten, omdat ja, het was gewoon warm. Maar ik zit nog heel eventjes te denken. Oké, jongens, gaan wij richting de Gerudo Fortress of gaan we naar de watertempel? Jullie mogen kiezen. Gerudo of water, laat maar weten. Het is echt allebei drama. Nou, Gerudo, dan moeten we Epona eerst eventjes gaan halen. En ja, Gerudo hebben we 5 pick-ups. En bij de watertempel weet ik niet echt uit mijn hoofd. Ik zie al 2 foto's voor Gerudo.
Twee keer Gerudo inderdaad. Ja, ik zou ook zeggen Gerudo. Watertempel, nee. Liever niet. Ja, jij voot ook al voor... Oké, okay, dat zijn dan 4 votes. Ja, jij mag ook voten, dus... Ja, ja. I know. Zoiets. Ik hou niet van water. Ik hou niet van water. Nee, ik ook niet. Ik zeg... Ik zal hem trouwens dadelijk in Discord gooien. Oh. Ik dacht al, wat is dat cadeautje bij mijn naam? Dat is een abonnementschenker. Jee, ik heb nog een extra dingetje. Heb ik die ook? Ik heb ook een... Ik heb een abonnement aan jou geschreven, dus... Ik hallo. Wel. Ja, ik heb ook een cadeautje! Je als je eenmaal schenkt, dan... Zoiets. Ik krijg een cadeautje. Dat is al... voor mij Mario Play hem dan ook, als het goed is. Zou best kunnen. Nee, Mario Play heeft hem niet. Is dat misschien dan een dat die, dan of zo? Dat die bitleider punt heeft. Oh ja, dat je niet te veel badges voor je naam kan hebben. Ja. Hey, Daniel. Even denken, want dan moet ik... Ja, dan is trouwens de dingen is makkelijkste, dus dan doen we wel... Nou, maar ik heb dus een hele leuke... En Flareon gaat dat zeker wel leuk vinden. Ik heb een heel leuk icoontje van ik hou niet van water. Aangezien dat ik dus echt anti-waterlevels ben... Ja, als er iemand anti-waterlevels is, dan ben ik het wel. Dus, die gooi ik dadelijk dan nog wel heel eventjes in de Discord. Dat is wel grappig. Maar goed, dan gaan we gewoon naar de Gerudo's. En daarna zeggen we gewoon van, ja, je kunt nog de watertempel doen. Nee. Het kan. Nee. Geen zin in, maar nee. Wat? Wat is dit? Wat? Je weet je? Daar ging iets mis. Ja, ik merk het. Hallo? Ik zie in één keer een heel groot Skype-window op poppen. Ik denk, oh! Whoops. Ja. Mijn internet is op het moment weer een beetje aan het klooien, dus ik hoop dat het straks beter is. Ja, zeker als je wil gaan livestreamen. Ja. Dan moet je namelijk wel een stabiel internet hebben, inderdaad. Ja, ik heb je een beetje... zeg maar toch om help met, is dit nou je eerste livestream die je gaat doen? Dit is de eerste livestream die ik ga doen. Oké, je moet eerst sowieso wachten, want ik ga toch sowieso eerst eten halen. Haha. Haha. Ja, daarom. Oh. Durpfy, je oortjes vallen er weer bijna vanaf. Stevie, stop nou met bellen. Ik weet dat je in dezelfde Skype groep zit, maar dan moet je bij je beetje zijn. Je beetje hing op. Daar hebben wij twee routers. Ja, het probleem is de router hier. Ik heb een extensie beneden hier, maar die is vrij zwak, dus. En aangezien ze boven ook redelijk veel last hebben van internetproblemen af en toe. Je beest. Stop nou eens met bellen. Sorry, Meerte. Nou, ik serieus, hè. Anders 4 uur, stop, hoor. 4 uur. Jij weet waar het om gaat. 4 uur. Ja, ja. Ik weet het. Ja, ik heb ook 2 routers. Route 17 en route 116. Wat is de link daarmee? Ja, dat is voor mij een weet. Ja, ik... voor mij ook. Maar route 117? Ook route 117? Nee, 116. Ja, ik dacht die zei route 116 en route 117. Nee, route 117 zit er niet. Het is echt alleen maar route 116. Okay. Zeker weten, zeker weten. Echt, zeker weten, zeker weten. Geen twijfel mogelijk? Geen twijfel mogelijk. Ah, oké. Okay. Zeker weten. Echt waar, echt waar. Zeker weten. Wat is het? Stevie, stop nou met linken. Ja, maar het is Lonk, het is geen Link. Hinken? Is het Hinken? Probeer die Hinken te zetten. Is Lonk confirmed? Hashtag Lonk. Dat is goed meer mee, alleen dan zitten we waarschijnlijk in JB'tjes een stream. JB'tje die gaat streamen om 6 uur, dus ja. Dan ga ik hosten. Als mijn internet het toelaat. Nou, ik ga er gewoon uit op mijn internet het toelaat. Ja, anders stream ik gewoon door. Ja, we gaan het gewoon zien. JB'tje gaat streamen? Waarom is dat zo raar?
Wow. Vertel het. Zet het in de media. Schrijf het in de krant. Mom, grab the camera. Jij bent hier te streamen. Je gaat streamen. Oké, laten we maar de race gaan doen. Spannende muziek trouwens, zeg. Wat is deze muziek? Ja, hij is echt van Ganondorf geworden, yes, ondertussen. Yes, ik ben er begonnen dan nu mee. Yes. Mom, get the camera! Get the camera! Ja, wist je daar nog niet meer mee? Jullie zijn aan het racen. Wie gaat er als eerste streamen voor jullie twee? Ik. Nou, dat was makkelijk. Maar Luigi is ook niet zo'n goede horse racer. Kaa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 a
trucje bij. Wat je dus wilt doen, is je wil zo snel mogelijk dus voor hem zien te komen. En dan wil je gewoon de hele tijd tegen hem inbeuken. En dan sta je voor hem. Dat is de truc die je bij hem wil doen. Ja, je gaat gewoon een heel stiekem gewoon jezelf streamen. Hallo, dit is Kuro, je een beetje te trollen. Gaat hij live om 10 voor 6 inderdaad. Hoi, mijn naam is Mumee. Ik ben de moderator van Trainer Steven's kanaal. Dit was mijn stream. Je weet, ik heb eerder gestreamd! No! Niks is nutteloos. Je moet een... Hahaha. Je moet gewoon lekker streamen als je er zin in hebt. Yes, I promise. Leuk. I'll give the horse to you. However, I will never let you leave this ranch. Yeah, Mario. Mamma mia. 20 Rova muziek, heerlijk. Nice. Voor is ik rijk. Mamma mia. Dat is ook wel leuk als je op Epona hemeltjes zit en... Oh, kom op. Ook zo'n glitchy jump dit. De ene keer werkt hij wel, de andere keer werkt hij niet. Dat hij alleen maar werkt wanneer dat hij er zin in heeft. Zie? Hey? Nou, wie? Ja, oké, ik ben een beetje verkouden. Kun je het horen of zo? Nou ja. Nee. Little rough, I think. Ik wil echt geen fout krijgen, hoor. Oeh, je begint te kraken. Internet, don't feel us now! Begin ik te kraken? Ja. Ik maak me echt zorgen nou. Oh boy. Ja, je begint echt te kraken. Nee! Ja, ik hoor het ja. Ik hoor het zelf in de stream. Dit is lingo, weet je wel, van vul in de blanks. Ja, ik hoor het zelf nu bij jou, dus... Oh, ja, maar dat kan vanwege Twitch zijn en alles. Ja... Don't feel us, internet. Gaat hij straks weer bellen? Ja, neem dan gewoon een keer op. Nee. ik heb gewoon jouw ding opgenomen, Meertje. Sorry. Dit keer ben ik de 4 uur beller. Ja. En wat heb je gewonnen? Een subscribe. Letterlijk. Gods of cyberspace. Hero of the winds. En andere maloten die... te maken hebben met hero dingetjes. Don't fail us now! Je beet je niet te strengt. De strengt. Ik hoop het zo. The sound of silence. Of silence. Oh ja, we zijn in ieder geval ondertussen bij de Gerudo. Oh, trouwens is er nog een pick-up die ik helemaal vergeten was te mentionen dat we die kunnen pakken. De pick-up achter de stenen als je de hamer hebt. Dear God. There's more. Ik vind het wel grappig dat we nog geen één keer terug zijn gegaan naar Zhang Link. Pak hem dan. Wauw! Dat is het beste!
beste wat we konden winnen. Je zou dit maar eens een keertje krijgen bij zo'n gigantische sidequest. Je zou de Gorm training, of je zou de training dinges maar doen. En je komt bij die grote Goron aan. En dan, wat is Bas? En dan tot je deze krijgt. Yay! Yay voor een green roepie. En dan past hij nog niet eens. Dan past hij nog niet eens in de portemonnee. Oh. Staat er ook iets, Godzilla? Ja. Oh, het wordt dag. Shit. Schiet op. Kill hem. Dat was op tijd. Nee. Zit iets in mijn neus. Dat is mijn vinger. Oh. Hoezo? Hij hapert niet meer. Daniel, do not piss off the gods. Maar als je een beetje gaat... Tam, in plaats van streamen, win ik misschien alsnog. Ja, eigenlijk gun je het me gewoon niet. Little rough, don't you think? Oh mijn god, de Gorilla Fortress is enemy sound. Het is bijna even... Oh, wow. Oké, tijd voor stel. Nee, shh. Tijd voor stel. Hey, jullie daar! Hey! Gelukkig zit er geen microfoon in deze game. Hallo. Ik vraag me eigenlijk nou wel af, als je ze alle vier hebt verslagen en je hebt dus niet het vriendjespolitiek item. Zou je dan... wel gewoon daar rond kunnen lopen zonder dat je gevangen wordt? Want ook al heb je een vriendjespolitiek item, ze worden nog steeds boos op je. Hi. Word jij ook boos op mij? Nee, hè? Wow, watch out. Watch out, watch out. Oeh, watch out. Magikarp Splash. Magikarp Jump. Neem gewoon je telefoon-app op. Ram pa pam pa pam pam pa pam pa pa da dam. Nou ja, je hebt daar wel een bepaalde programma voor dat je dus inderdaad apps op je telefoon zou kunnen doen. Ik bedoel, hoe denk je dat spoofers in het doen? Je weet wel van die Pokémon Go noobs, weet je wel, die helemaal geen leven hebben. En die dus net doen alsof dat ze overal door de hele wereld heen aan het rijden zijn. Ja. Het zou wel grappig zijn eigenlijk als je dus dat gaat doen. Magikarp Splash. Spoofers. Nou, laten we alvast de deurtjes die we open kunnen maken, alvast openmaken. Yeah! 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 Recovery heart. Ja, maar volgens mij heb je daar dan ook wel alle vier de hartjes voor nodig. Of ja, niet alle vier de hartjes, alle vier de sleutels, zodat ze er alle vier uitkomen. Want dan komt die snolder namelijk in één keer uit met soep in de raar. En die zegt er zo van, best wel indrukwekkend hoe dat je hier binnen bent gekomen. En dan geeft die snol, geeft je dan een random pick-up, want dat ding is gerandomized. Wel grappig hier, de muziek. Hallo, ik schiet een pijltje door je hoofd. En alleen voor jou. Lekker veldje. Little rough, don't you think? Volgens mij zaten er daar drie. Ja, er zitten daar nog één. Maar hapert hij nou nog steeds of valt dat nu mee? Nee, valt nu wel weer mee. Oké, nou hopelijk. Ja, een kleine hapering. Ik hoop. Ja, een kleine hapering, oké. Ja, maar ik heb altijd een beetje kleine hapering, volgens mij. Nee, dit was wel een iets grotere hapering dan normaal. Sorry. Oh. Zoiets? Waarom nou weer net op de dag dat ik wil streamen? Karma. Heb je een Leafeon om je nek hangen? Maar die heb ik hier niet. Nee, heb je een Leafeon om je nek hangen? Nee. Nou, daar is je probleem. Ja. Kun je er even eentje snel naar me toe sturen? Nee. Oh. Oh. This one is mine. It's very special for me. Oh ja. Tenzij je misschien aan achteren kan besluipen om met haar te praten. Misschien het item... Ja, maar dat klinkt er een beetje als glitchje. Ik wil niet glitchje. Nu ben je genoeg tekst.
Ja, Mube gaat ooit nog een keer de hele chat in met één bericht vullen. Ja, en dan geven we hem een time-out voor flooden. Voor being flabbish. Never! Oké. Okay. Yay! We hebben weer een fart container! Yay! Oh, je weet je toch? Oei! Oh, dat was weer heel erg. Dat was een gigaharp, haper. Die was heel extreem. Ik hoorde het inderdaad in de stream. I'm worried. Yeah, me too. Nou, ik zou zeggen jij kiest. Ik ga het gewoon proberen. Kijk wel over. Oké, mensen die er straks bij mijn stream komen, wees voorbereid. Het kan dus zijn dat de stream er in één keer uitglitcht. Dan. Ja, of zullen we het een uurtje uitstellen? Dat kan ook. Dat kan ook inderdaad. Twee in het NOD. Dat je. Hoe heet dat? Hey Deen! Tot je inderdaad zegt 7 uur dan. Dan loop ik daar ook wel heel eventjes naar boven om even mijn fles drinken te pakken. En dan ja, eet ik wel een uurtje later, dat vind ik niet zo erg. Ja, dat is goed. Dan, ik denk dat ik dan even inderdaad een uurtje wacht. Dan ga ik gewoon om 7 uur. Kijken even hoe dan mijn internet is. Ja, want 3 uur livestreamen vind ik al zat. Dus dan ben ik echt wel van plan om... En dan kun je dan inderdaad gewoon, dan doen we het zo. En dan hopelijk misschien tot dan je internet helemaal goed is. Ja. Deen, ik weet niet of je dat op YouTube een beetje hebt gevolgd hoe ver dat we ondertussen zijn gekomen. Je kunt boven ons kun je zien wat voor items dat we allemaal al hebben. Wacht even, was dat gewoon nou een sleutel van iets? Ja, van de Spirit Temple. Kan nuttig zijn. Light Arrows, Catapult, die hebben we gehaald. We hebben de Song of Time hebben we geleerd. We hebben de Light Arrows, we hebben de Hoverboots hebben we gevonden. Yeah, dus, yeah. We hebben Epona al bevrijd. Nocturne of Shadows is inderdaad een ding dat we al gedaan hebben. Hoeveel boots? Ja, die zei ik al. Gehaald. Oh, die zei je al. Die heb ik al. Ja, die heb ik al genaamd. Sorry. Haperingen, stop nou. Wees eens wat liever naar JB. Ja, maar ik hoor jou nu wel weer goed, dus ik vind het een beetje gek. Ja, het is gewoon echt... Jij hapert ze met... Ja... Ja. Hey, young man! Hoi, Bowser. Ik haat jou nog steeds. Hi. Jeetje, dat was wel heel erg snel! Nou, hij was wel slim. Voordat hij zijn schild kan trekken, gelijk swing! Captured. Ah, nou in ieder geval boven ons kun je de progress zien. Het wordt dan alleen wel een beetje lastig van, ja, wat hebben we al gedaan, wat hebben we nog niet gedaan. Maar ja, zolang ik dat wel weet, dan komt het wel goed. Tenzij dat ik weer ga vragen van, waar zullen we nou naartoe gaan? Ja, dan wordt het inderdaad wel een beetje van, kijk wel uit met, ja, niet te veel suggesties geven. Want ja, je mist dan natuurlijk wel heel veel wat we gedaan hebben. Ja. Daar willen we niet heen. Op dit moment hebben we eigenlijk alles gedaan als Adult Link. Het enige wat we hierna nog zouden kunnen doen is de watertempel. En als Young Link kunnen we weer een heleboel doen. Want wij hebben nu Zelda's Lullaby als Adult gekregen. We hebben de Slingshot als Adult gekregen. We kunnen nog wel eventjes langs de Bottom of the Well zou het nodig zijn. Dus er zijn echt heel veel wegen open gegaan voor ons. Oké, deze hadden we al gedaan. Mooi. Dan ga ik deze in. Het zijn er nog 2, dus. Maar je hebt geen sleutels meer, toch? Nee, klopt. Maar die vrouwkens die spannen wel en die droppen wel sleutels. En dat zijn toch weer pick-ups. Nou, trouwens, daar zijn we al naar boven gegaan. Dus we willen nu hier naar boven. Oh, dat is wel goed. Inderdaad. Nou, het probleem is, er zit daar nog een guard nu. Dus daar moeten we wel natuurlijk vooruit kijken.
Maar volgens mij zat er hier al standaard eentje die we konden helpen. En dan zit hij daar nog in de hoek waar we net gefaald hadden. Ik heb gefaald. Oh. Trouwens, mensen die de nieuwe Pokémon film hebben gezien al. Ik bedoel, serieus, heel Facebook wordt ermee geflat van hier tot het begin dus. Ik heb voor de helft gekeken. Daar vond ik het wel genoeg. Oh, je vond hem tegenvallen? Ja. Random stories zijn random. Ja, ik duw je gewoon naar buiten toe. Dat kan. Let's take this outside! Ja, de allernieuwste Pokémon film. Hij stond inderdaad op Facebook. Nou, hij staat ondertussen zoveel op Facebook, kan niet meer missen ondertussen. Nee. Ja, nou doe die deur dicht! Dan is ze gevangen! waar is de sleutel? Ligt die dan automatisch hier of zo? Oh, daar. Fire Temple! Yay! Maar hoe leggen we het uit? Gast, ik heb gewonnen. Dankjewel dat je voor mij aan het juichen bent. Stellen we zeer op prijs. En wie weet, misschien vind ik hier ooit de sleutel. Misschien kan ik je ooit helpen. Maar voor nu, doei. Jammer! Ik ga nu de hele tijd blijven juichen. Ja, jee, oh. Heeft gewonnen. Link? Little help? Lonk! Little rough, don't you think? Stealthy. Dat voelde echt wel een beetje slecht aan, maar I don't care. Sorry, Link. I can't give credit. Come back when you were little. More... having more keys. Something like that. Iets meer... gewoon iets meer sleutels. Wat een geleutel, want we pakken de sleutel. Pierre, ben je nou alweer opgedonderd? Ik serieus, ik heb je hulp nodig. Gezichtboek. Heb je dan wel het random vogelgeluidje? Het random vogelgeluidje. Oh, jee beetje. Oeh. Dat was niet te horen. Ik weet niet wat je zei. Het was... Wat? Je hapert echt extreem weer. Ja. We are going to help you fix your internet. Because if your internet doesn't want to listen, then he will die. Die hadden we al gedaan, want het was hier. Hier moesten we in. Zeker weten? Niet echt. Maar volgens mij was deze. Of in het vogelboek. Hey, ben je er weer? Hoe, je doet alweer gelijk die spinaanval. Ja, dit keer ben ik al voorbereid. Kom, teken dit is jouw tijd. Kom, we gaan naar buiten toe. Kom, we pakken er een bakje koffie bij. Kom, gewoon een ijsje. Een Yoshi-ijsje. Iets. Precies, Eevee. Oh, kom op! Die snol is sterk. Normaal faal ik hier nooit. Ik schaam me diep nu. Een beetje. Ja, en het werkte nog niet eens, het Yoshi-ijsje. Ik bedoel, serieus, misschien kun je die vrouw eens omkopen met een Yoshi-ijsje. Weet ik veel, ik denk, probeer het gewoon eventjes, hè. Wat maakt mij het uit? Ik heb trouwens geen pijlen meer. Oeps. Gaan we gelijk hier de eerste hoek in. Kom hierin.
Ja, nee, dat is goed. Maar deze, die brengt jou naar die andere kant toe, dus... Die brengt jou hierheen. En deze, die brengt jou daarbovenheen. Moet dit toch een snellere weg zijn? Kan ik hier al naar boven lopen zonder dat ze me ziet? Ja. Wacht even, ik heb de hoverboots. Waarom doe ik ze moeilijk? Internet, stop nou eens met falen. Vinden we helemaal niet leuk. Dan ben ik helemaal de enigste audiocommentator nou op het moment. Vind ik echt niet leuk. Oké, ronde 3. Ik weet het, jij bent geen fan van de Yoshi-ijsjes. Dat weten we nu ondertussen. Misschien van mijn blauwe swing. Kijk eens naar mijn swing. Vind je mijn swing mooi? Is mijn swing mooi? Iets met swingballs? Weet ik veel? Ik vind het wel grappig hoe dat event eigenlijk daar zo extra zit te staren. Zo van, nou, dit gaat weer falen. Oeh, daar ging me net goed. Kom op. Zoveel hits. Oké, we hebben hem. En het is wc-papier waar we niks aan hebben. Wauw. Goed. Yeah. 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 Het enige signaal is... Probeer het eigenlijk nog wel eventjes. Oh. Maar ja, dan hebben ze dus alle vier... Ja, nee, dan worden ze nog steeds boos. We moeten echt alle vier die... we moeten echt alle sleutels hebben. Dus het enige wat we nou nog kunnen doen... Ik heb hier zo geen zin in. De gevreesde watertempel. Jap. Maar dat is het enigste. Ik kan me... Oké, je weet je, jij bent er mee geweest. Denk heel eventjes, dan ga ik heel eventjes mijn drinkfles pakken. Want ja, ik serieus, ik heb helemaal geen drinken nou bij me staan. Ah, oh, wat leuk, die idiotjes. Eens even kijken. Nee, geen water. Nee, niet de gevreesde. Ik wil het niet eens zeggen. Nee.
Stoel, hallo Evie, hallo jullie, de konijntjes, hallo Stoel. Dit doe je Flareon toch niet aan, ik wil het ook niet. Ik weet niet waarom, Vidwatertempel, Steve's Blessing of Again. Ik denk dat mijn internet nu op zijn best is, ik ga straks gewoon proberen, maar er zijn nog even Watertempel. Ja, we gaan gewoon dan alleen nog heel eventjes de Watertempel doen, jij komt erbij. Sorry Meerte, ik moet heel eventjes hem hebben. Hier! Kom erbij, zet je zorgen maar opzij. Een servetje om je nek, ik sleur je met het water erbij. Neem nou op, hou je kop. Nee, Stevie! Donder op. Oh, nee, toch niet, oké. Ja, als ik de watertempel in ga, ga jij mee. Ja. Ja, geen zin in. Oké, ik hou mijn internet gewoon even in de gaten. En je blijft op 5 streepjes staan. Of anders, en... Stop. En dan... Waar was het ook weer van? Oh ja, monsters zijn koop. Ja. En stop dat ding terug dat waar het vandaan komt. Vandaan, bam. Of anders, en stop. Maar, de Japanse ver... Stop nou eens met bellen! Nee! Sorry! Maar je bent je beetje zijn internet zijn! En ze is alweer weg. Oh. Wauw. Dat was Mirte. Ja, leuk dat Mirte er ook wel in was. Was gezellig, moeten we vaak zo doen. Ja. 5 seconden. Nee, volgende keer ga ik gewoon weer de oude dinges. Ik praat met trainer Stevie mee. Hoi, ik. Hoe gaat het ermee, ik? Nou, met ik gaat het best wel oké. Okay. Ah, dat is mooi, ik. Dat vind ik ook fijn. Ik vraag me eigenlijk af, we hebben 2 sleutels in de Water Temple. We hebben niet de Blue Tunic. We kunnen hem ook niet kopen, want die kost namelijk rupees. Dus ik ben benieuwd hoe ver dat we in de Water Temple kunnen gaan komen. Maar voor de rest kunnen we niks doen. We hebben elke keer 1 minuut en 16 seconden voordat we verzuipen. Dus dat moet meer dan genoeg tijd zijn. Want, again, de blauwe tunic is dus de enige tunic die niet verplicht is. We hebben genoeg hartjes er nou voor, dus... Ja, het is geen instant death, gelukkig. Nee. Ja, het is instant death als de tijd op is. Ja, oh wel? Ja, dan is het insta kill. Dan is het instant game over. Oh, ik dacht dat... dat je dan hartjes ging depleten. Nee. Oh, dat geeft niks meer aan games. Je zei al dat je er misschien niet bij was, dus... Nee, dat wisten we, Flare, dus... Komt goed. Was leuk dat je er al zo lang bij was. Ja. Wat leuk dat je keek. Tot volgende week. Dan streamen we verder met Stevie. Wij moeten nog even kijken hoe lang ik ga streamen. Wat een leuke watertempelmuziek trouwens. Wat is de watertempelmuziek? De watertempelmuziek, dat is de watertempelmuziek. Nee. Hyrule Town. Oké. Okay. Zou nog wel heel erg gaaf zijn als we nou in één keer de longshot vonden. Dan konden we al gelijk de watertempelpost doen. Hadden we hier die sleutel op van de postbaan? Volgens mij wel. Niet? Wel? Niet? Wel? Niet? Ik weet het niet. Ik ga zo even kijken. Nee, we hebben hier nog helemaal niks. Geen kompas, geen boski, helemaal niks. Oh. Okay. We hebben wel een piece of part gevonden. Dat is goed. Law. He worships the law. Oh ja, ik had beloofd dat ik dadelijk ook nog die foto zou delen van anti-water. Fluffy zou hem helemaal geweldig vinden, dus dat had ik nog beloofd. Ik had trouwens nog een comment in de chat had ik nog gelezen die van... Wil ik wel heel even melden, dat is wel leuk. Iemand die had namelijk dat die het Eevee-pakje helemaal geweldig vindt. Dus nou, ik heb hem hier weer voor aangetrokken. Oh. Ik voel me hier ook niet op mijn gemak. Gooi deze tempel in de prullenbak! In de prullenbak? Oké. In de prullendoos. Weg ermee.
Drommels. Wat zei je daar? Nou, op zich, nadat ik zo naar Super Mario Play zo kijk, zou hij eigenlijk ook een cadeautje moeten hebben. Maar waarschijnlijk omdat hij inderdaad die cheerbonus al heeft. Ja, ik denk inderdaad de cheerbonus, dat je dan geen cadeautje krijgt. Maar ik vind het wel gek, want... Ja, ik heb wel drie dingetjes. Ja, misschien omdat dat moderator er niet onder valt. Ja, tot moderator inderdaad een aparte slot ervoor is. Ja, ik denk het. Nou, fijn. Normaal gesproken is dit kistje zinloos, maar nu... daar haal je zo denk ik niet, wel. Nee, daar haal je zo wel, oké. Ik denk het wel. Ik ben altijd al anti-water geweest in Mario, in Zelda, in... Crash Bandicoot. In elk spel. Spyro, heb ik ook een hekel aan waterlevels. Ja, ook... Nee, de Bitch Badge, die overschrijdt het cadeau. Want anders zou je bij jou het cadeautje zien en niet de Bitch Badge. Ja, spreek dat eens even drie keer goed achter elkaar uit. Bitch Badge. Dan ga je toch automatisch bitch zeggen, of niet? Ja. Oh. Ja, nou ja, weet je. Je hebt sowieso al twee dingetjes, dus... Kaas. Ja, altijd kaas. Dus iedereen heeft toch altijd wel een beetje detective bij zich. Yes. Hé, jij bits. En wat voor soep was het? Bitsoep. Bitsoep. Niet één bit, maar acht bits. Welke deur was hier nou ook weer helemaal skippable? Die op de begaande grond. Ah. Maar is die nu ook nog skippable? Ja. Liggen er helemaal geen kistjes of iets? Nee. Oh, dan is het inderdaad... Want je kunt namelijk achter die deur komen zonder dat je een sleutel nodig hebt. Ah. Ja, ertessoep. Een snecht. Ja. Snechtsoep. Dat het gewoon snot. Onderste centrale kamer. Ja, dat zei ik al. Ja. Was je al voor? Altijd leuk deuntje. Daar had je de longshot voor nodig voor dat kistje daar. Of niet? Geen idee. Oh nee, daar moest je gewoon snel voor zijn. Nee, dat kistje kunnen we pakken. Kistje. Dat is bij een andere waar ik aan zit te denken. Je moet er gewoon snel voor zijn. Je moet op die staart van die slang daar staan. Draak. Yeah. Het is meer een draak. Ja. Dus je wil hier in de hoek, daar wil je de... Oh, ik heb dit al zo lang niet meer gedaan. Ik haat deze stempel. Ik hou niet van deze stempel. En dan met een hoekshot wil je... dat raken. Gaat die open. En dan wil je hem dus uitdoen en dan wil je zo snel mogelijk die kant op zwemmen. En dat hou je net. Het is te doen. Weer een smokey in de Spirit Temple. Het zou leuk zijn als we naar de Spirit Temple kunnen gaan, maar we hebben daar nou zoveel sleutels. Ja. Wat mis je daar nou eigenlijk nog voor? Ja, de Middle Shield zelf natuurlijk. Ja. Misschien ligt hij wel. En de Silver Gauntlets hebben we ook nog niet. Ja, je hebt wel de Golden, maar nog niet de Silver. Nee. We hebben de Bracelet. De Golden, dat is de max. Oh, wacht. Ja, nee. Maar ik dacht dat de Golden inderdaad was. Nee, de Golden, dat zijn echt handen. Dat is de Silver Skill. Dankjewel voor dat trucje, by the way. Dat scheelt dat je dat stomme puzzeldingetje niet hoeft te doen. Ja, het enigste nadeel is, je moet hem wel doen als je de randomizer hebt. Want het zou maar net een cruciaal item zijn dat je nodig hebt. Ja. Maar nu kun je het trucje nu nog niet doen, want je hebt dat toch... Jawel. Ja? Ja. Je hebt daar toch de Inspire voor nodig? Of hoe heet die? Van Roar's Wind voor nodig? Nee. Niet? Nee. Oké.
Dan heb ik het echt helemaal verkeerd. Want Faroor's Wind heb je inderdaad nodig om weer terug naar de bovenkant van de tempel te gaan. Maar je kunt ook gewoon warpen. En wij hebben de Serenade of Water. Dus wat we doen is, oké, we kunnen niet Faroor's Wind gebruiken. Maar wat gebruiken we dan? Ja, dan gebruiken we toch gewoon de Serenade of Water. Komen we weer buiten de tempel uit, gaan de tempel weer in. Het water is laag. Ja, oké. Nee, save reset, dat doen we niet aan. Daarom is softlock ook verboden. Er zijn trucjes dat je nog niet eens hoeft te soft resetten. En dat doet me eraan denken wat jij nou zegt over Din's Fire. Er is een kistje dat ik vergeten ben. Oh. Sowieso kunnen we hier nog heel eventjes in om een kistje te pakken. Nou, graag gedaan, denk ik. Zoiets? Nee, ik vind soft resetten of safe resetten, dat vind ik cheaten. Je zit daar helemaal in dat kistje niet. Hier heb je de longshot voor nodig voor deze. Ja. Kistje zit een verdieping hoger. Ja, ja. Wacht even. Nee. Eerst naar dat ene kistje. Kistje. Want het water staat nu nog laag. En als hij dadelijk op midhoogte staat, dat is alleen maar een voordeel. Maar dan kun je daar al niet meer bij komen. Want we hebben de fire arrows nodig. Ik zo'n blij deuntje dit. Nee, we gebruiken gewoon magie. Ik serieus, ik kan niet moeilijk lopen doen. Ja, maar je hebt die vuurpijlen helemaal niet nodig. Weet ik. Maar ik ga ze toch gebruiken. Wauw. Ja, het is ook wel cheaten. Je kunt beter Faroor's Wind gebruiken als je legit wil zijn. Ja, of de Serenade of Water. Dat is ook niet cheaten. Nee. Save reset. Doe vaak je Pokémon. Oh. Ja, dat doe je voor shiny hunten. Ja. Of inderdaad als je een legendary wil vangen. Dat was eigenlijk de meeste. Je wil een legendary vangen. Je bent, weet dat, je hebt je eigen helemaal voorbereid op alles. En wat doet dat beest? Hoe heet dat? Ja, of het rent weg, of het kilt zichzelf met struggle, of... Ja. Nou, dat kistje was trouwens al niet waard. Dat is jammer. Of je hebt hem per ongeluk zelf gekild. Nou, in ieder geval, de truc is, als je dus de Serenade of Water gebruikt, je teleporteert weer buiten de tempel uit. Maar je bent wel weer op de bovenste verdieping. Dat is goed. Ja, ik... Ja, dat is zo'n ultra-beest. Ik ben niet zo van de ultra-beest. Bah. Ik weet alleen echt... Ik ken hem bij naam, maar ik weet niet hoe die eruit ziet. Volgens mij is dat zo'n gigantische machine. Maar ik ga gewoon dat is het geluid van Navi Super Mario Player. Navi's geluidjes zijn ook gerandomized. Dat is dat beest, inderdaad. Ja, ik weet dat het misschien niet echt heel erg favoriete opmerking is die ik nu ga maken. Dus alvast sorry daarvoor voor de mensen die er een heel grote fan van zijn. Maar van alle Pokémon die er bestaan... Vind ik de Ultra Beast de meest slechte. Allemaal. Alle Ultra Beast. Ja, ik snap ook niet waarom ze dat hebben gedaan. Ik was heel erg op... Echt, ik was heel erg tegen de Mega Evoluties. Maar ik denk dat ik de Ultra Beast erger vind. Met het Dimension gezeur. Ja. Kaas! Ik snap het net ook niet helemaal inderdaad van die... Ja, kijk, iedereen heeft zijn eigen mening, Rainbow Magic. Als jij hem echt cool vindt, dat mag natuurlijk. Ja, nou eigenlijk niet. Verbannen in de hoek! Nee. Ja, ik heb het al net al opgezocht. Nou nee, ik hoef daar geen foto van op te zoeken. Ik weet hoe dat hij er is. Ik ken de kaart, want er was ook een Guzzlord deck. Verschrikkelijk. Want ik speel trading card games soms nog wel eens. Soms. Even kijken, kunnen we niet al hier naar boven voor die... Of heb je daar de longshot voor nodig? Volgens mij heb je daar de longshot voor nodig. Daar baal ik wel van. Daarboven zit Skulltula. Oeh, oelala. Skulltula. Skulltula. Maar daar hebben we de longshot voor nodig. Echt bommen hebben we niet echt nodig. Ken jij geen Pokémon? Shame! Je hebt een Pokémon voor je naam staan! Ja! Oké, dan gaan we gewoon de vraag stellen. Welke Pokémon is dat? Super Mario Player, welke Pokémon heb je voor je staan? Oh, je hebt nu het cadeautje. Ja, dat is heel leuk voor je, maar ik wil weten welke Pokémon heb je nou voor je staan. Ik bedoel, welke Pokémon is dat? Laat mij weten, welke Pokémon is dat? Ultra Beast.
Nee, dat is geen Eevee dat voor je staat. Nee. Rainbow Spoiler. Spoilers! Nee. Rainbow Shame! Foei! Je hebt het gespoild. Oh, hier moeten we wel snel zijn. Nee, niks smiley face. Ik zou er bijna zelfs een time-out op willen geven. Ik heb spoilers en ik ben trots. Ja, nee dus. Ja, nee, daarom. Beetje flauw. Nou, dat zo. We laten het dan rusten, maar beetje flauw dit. Oh, ik heb nog maar 30 seconden! Niet doodgaan, hè? Nou, het ergste is, een potion helpt er niet tegen. Je hebt hier geen potion of water breathing? Nee. En heel soms dan werkt het nog wel eens om eventjes de schoenen uit te doen, inderdaad, of zo, maar... Tot de timer reset, Heb je ooit Ultra Sun gespeeld? Ja. Sterker nog, ik heb die game. Ja, ik heb die. Oké. Oh, geen zinloos item, zo te horen? Een soort van. Geen stokjes meer nodig. Of tenminste, minder stokjes nodig. Ik had liever de boomerang. Ja, daar is ook een stokje. Ja, gebogen stokje. Maar volgens mij zat hier nog een secret to everybody hierboven, maar dat weet ik dus nooit zeker. Want je hebt hier een hele groep met vijanden die je dus moet killen, maar... Ik heb geen idee. Nee, hier zit niks. Nou, het probleem wat ik dus zeg maar heb met Sun and Moon is... Ultra Sun en Ultra Moon. Het is dezelfde game van Sun and Moon. Het is er bijna gewoon vier keer dezelfde game. Ja, eigenlijk is dat het ook. Dat vond ik ook al met Black en Black 2. Had je ook redelijk hetzelfde. Ja, maar dat was een vervolgverhaal, zover dat ik weet. Het enige wat ze hierbij hebben toegevoegd was dat je iets meer Ultra Beast had of zoiets. Ja, dat is het enigste. Je kunt vissen als een child. Dat is het enigste. Trouwens, dit is die deur. Ja, dan kun je dus naar boven hoekshotten en dan zou je hem dus op midwater level kunnen hebben. Maar ja, op het moment dat je een schuine sprong doet... terwijl dat je dus boven weer aan het begin van de dungeon staat... Ja, dan kom je gewoon overal doorheen. Eens even kijken. Want nou moeten we mooi op niveau 3 zien te krijgen. Tenminste, dat dacht ik. Want volgens mij zitten er nou niet echt andere kistjes die we nou nog kunnen pakken hier. Oh, ik en de watertempel, jongens. Echt. Ruzie! Hallo. Ja, dat is waar we dadelijk naartoe moeten. Maar even gewoon tussendoor, het geluid is nu wel weer goed van Skype. Ik heb jou geen hapering gehoord, anders zou ik het echt wel hebben geroepen van... Jee beetje! Mooi. Nou, hopelijk... is hij dan nu stabiel? Nintendo Dane, sorry, daar heb ik geen plannen voor. Wacht eventjes, zou ik dit niet kunnen doen met de hoverboots? Zou ik dan kunnen kazen daar? Zou ik genoeg tijd hebben als ik... Sprong? Hè? Welke sprong? Nou, het is geen sprong. Over het water heen? Ja. Je hebt zeg maar heel weinig tijd. Kun je daar gewoon niet naartoe zwemmen en daar de rand op klimmen? Nee, het probleem is namelijk van het is een timed. En omdat je de klimanimatie hebt van het lopen... Oh, op zo'n manier. Ja, nee, oké. Ik dacht al, dat kun je er gewoon op klimmen, maar... Nee, dat is inderdaad wel te proberen. Ja, maar... het is de kazen. We hebben hem gekaast. Nice. Er is kaas met de hoverboots. Maar volgens mij leidde dit gewoon naar een kistje die... Oh, wacht eventjes. Heb je jezelf nu niet vastgezet? Als het goed is, niet. Als het goed is. Zoiets. Toch? Nee, dit moeten we nou nog een keer doen. Nog een keer die kaas. Oh, oké. Nee, want je kunt hier namelijk gewoon weer naar boven hoekshotten, dus... Oh, nee, dan... Maar dit is normaal gesproken dat kistje met die sleutel die ik nooit pak. Want normaal gesproken heb je deze sleutel dus nodig. Of ja... Voor die deur, beneden. Deze sleutel heb je inderdaad dus nodig van dat kistje waar we dus nou naartoe gaan. Heb je inderdaad voor dat kistje daar beneden nodig. Of niet voor de deur daar beneden, maar voor een andere deur. Maar daar heb je dus de longshot voor nodig.
Oh! Ik dacht al, ik word in één keer post door de deur geschoven. Even... Oh! Nog sneller! Oké, okay, het is heel makkelijk te kaas. Als je dezelfde animatie skipt... Wauw. Met de hoverboots is het heel makkelijk te kazen. Ja, want normaal gesproken heb je daar de longshot voor nodig. Ja, precies. Al, dan kun je er in één keer doorheen. Al denk ik dat je de hoverboots gewoon al kunt halen voordat je de water temple doet. Dus de kaas zou je ook zonder randomizer kunnen doen. Waar krijg ik weer de hoverboots? In de shadow temple. Oh ja. Gelijk de eerste dinges die je daar hebt. Nintendo Dane, dit is niet de plek daarvoor. Nee. Waarschuwing. Laatste. Eens even kijken. Want nou wil ik dan volgens mij wel of... Ik zit nou echt elke keer te twijfelen. Want er zijn twee plekken waar dat je naartoe kan. Want je hebt die locatie. En dat loopt helemaal om. Maar je hebt ook de deur die op slot zit locatie. Dus volgens mij wil je eerst naar de deur die op slot zit... Ik ga gewoon eerst even kijken wat deze kant op is. Ik weet het niet meer uit mijn hoofd. Het is te lang geleden dat ik dit gedaan heb. En daarom haat ik de watertempel trouwens. Zoiets. Ja, ik snap je. Nou, in het begin dacht ik dat je hier... Oh, nee, wacht heel eventjes. Dit is waar de kompas normaal gesproken zit. Ja. Ah. You'll buy it at a high price. Nou, ik hoop dat dit kistje something has that might interest me. Is that all treasure? Je kan geen hoverboots krijgen voor de watertempel in legit game. Kun je wel. Want de watertempel is... Als je de hookshot hebt, kun je... Oh, nee, klopt. Nee, Super Mario Player heeft gelijk. Want je leert pas de Nocturne of Shadows als je de watertempel hebt. De watermedaille. Ah, dus je kan het niet kazen. Nee, je kunt het niet kazen in legit game. Helaas. Nee, Super Mario Player heeft gelijk. Darn it. En dankzij de delay komt hij dus nou precies wat we dus net zeiden. Ja. Mag je deze even nog completen? Of heb je... Nee, je hebt al longshot niet, hè? Nee. Ah. Dus ik weet nou niet of er nog een extra kistje zit of niks, maar... Volgens mij kunnen we nou het water naar de maximale hoogte brengen. Maar ja. Kunnen we dan pas verder of als we weer wat sleutels hebben of als we de longshot zouden hebben. Dus ik weet niet of we nou tegen Darkling moeten vechten of niet. Ik denk dat we daar te weinig sleutels voor hebben. Poink. Maar ja, er is nou zoveel dat we weer kunnen doen als Young Link. En dat is weer een mooi ezelsbruggetje om te onthouden als we dus inderdaad naar de volgende livestream gaan. Door te zeggen van, hey Stevie, je kunt niks meer doen als Adult Link. Schij uit, nokken, weet je wel dat. Kappen. Ja. Oh, wacht eventjes. Dit wil ik nog niet doen. Er is nog één kistje die ik vergeten ben. Oh, toch wel? Ja, als het water op niveau 2 staat, dan wil je terug naar de toortjes... Want het water is nou namelijk op niveau 2. En dan heb je namelijk een plateau. Daar wil je een bom op gooien. En daarachter zit ook nog een kistje. Oké. Maar je kunt er geen bom op gooien als het water niveau op 3 staat. Omdat dan zit dat gebied zit dan onder water. En op niveau 1, dan kun je die sprong niet maken. Natuurlijk ga ik Kerstmis vieren. Yeah. Oké, ik weet dat het tegenwoordige tijd niet meer zo natuurlijk is. Maar... Ja, voor mij is het heel normaal. Ja, voor ons ook altijd. En voor de mensen die offended zijn dat ik zeg Kerstmis, suck it. Ik blijf altijd Kerstmis zeggen. Ik ga niet beginnen met die onzin van Winterfeest. Wat is dat nou weer voor onzin dan? Mag je tegenwoordig ook al geen Kerstmis meer zeggen? Nee, want dat kan mensen namelijk kwetsen met geloof. Dat heeft weer te maken met geloof onzin. Ja, sorry dat ik het onzin noem, maar ik vind het gewoon onzin. Dat is mijn eigen mening. Oké, duidelijk. Het blijft gewoon Kerstmis. Het was helaas geen handige kist, dus we moeten weer een stukje doen. Nee. Kerstmis is gewoon Kerstmis, ja, precies. Dat vind ik ook. Ja.
Net zoals de Five Days of Unboxing, die ik al in Sinterklaasfeest deed. Ja, het grappige is van, het is zeg maar op hetzelfde niveau als heel die Zwarte Pieten discussie die nergens over gaat. Ja. Dus vandaar dat ik zeg van, nein. Ik denk altijd, ja, laten we ons bezighouden met nuttige dingen in de wereld, maar... Ja. Zoals deze watertempel waar ik nog steeds in het rond aan het lopen ben. Verschrikkelijk. Ja, precies. Weet je wat ze zouden af moeten schaffen? De watertempel. Nee, want er worden zoveel mensen... Ik zag net iemand die was blij als in de watertempel. I don't care! Afschaffen! Ik ga demonstreren! Nee, waterlevels in elke game... Nee, we gaan gewoon naar Japan toe. Gaan we voor het gebouw van Nintendo staan. Weg met watertempels! Weg met watertempels! Ja. Oh, wat met het slecht! Volgende keer. Ik krijg een kater van al dat water! Al het water ook wel weggehaald. Gewoon alle Super Mario, de Super Mario voor de Switch, de Mario Bros voor de Switch. Geen waterlevels meer. Nou, dan is er nog maar één kaart waar we in kunnen halen. Ja, dat is Nintendo Ding. Ja, maar ja, dat was dus wat ik ook aan het zeggen was. Dat doen ze dus nu ook met kerst, wat helemaal nergens over gaat. Nee, de watertempel in Skyward Sword was net zo slecht. Alleen de baas was awesome. En hier eindigt het. Hier eindigt de watertempel. Oh. Want de deur die hier voor ons zit, zit op slot. Daar hebben we weer een sleutel voor nodig. Ja. Dus, ja. Dan gaan we maar verzamelen bij de Temple of Time. Ja. Oh, nee. Ga ik alvast een beetje mijn stream voorbereiden? Ja, nee, dat is goed. Ik ga hem dan gelijk hosten. Dan kan ik daar ook even mijn eten halen, want... Ik zou om 8:30 naar mijn moeder toe gaan, omdat mijn neefje daar even langskomt met mijn zus, dus... Ja, ik weet ook niet hoe laat ik doorgaan, maar... Nee, anders dan... Nintendo Day, helaas wel. Ja, dat is een kwartiertje dat ik even eten haal, dus... Maar je kunt al wel gewoon beginnen. Ik host hem gewoon. En ja de rest dat... Ook via Stevie's kanaal. Nee, dat is dan jouw stream. Ja. Zal ik nog eens een keer op Skype gaan bellen? Kijken of we nog een keertje meer te pakken krijgen. Stop nou eens met bellen! I'm so evil. Nee. Nee, ik zit daar heel eventjes te denken, maar volgens mij... Wacht even, hebben wij niet ondertussen 30 skulltula's? Exact! Exact 30? Dan krijg je de boze blik. Nee. Oh, de Magikarp boze blik? Ja, die kan ook. Nee, bij mij kun je niet abonneren, alleen followen. Dat heb ik nog niet. Ik weet niet eens, volgens mij heb ik dat nog niet eens unlocked. Daarbij wil ik het echt gewoon voorlopig helemaal geldvrij houden. En gewoon lekker kijken als je de zin hebt en niet hoeft te betalen. Ja, voor mij heeft dat ook echt 3-4 jaar geduurd voordat ik echt dit pas heb gedaan, dus. Daarom. Maar ik heb weer twee sleutels thuis. Zullen we daar eerst nog even naartoe gaan? Nog heel eventjes? Ja, wat mij betreft. Ja, we kunnen nog iets doen als het Old Link. Dus we liegen als we zeggen van nee, we moeten naar de Temple of Time. We kunnen daar niks meer doen. Ga er maar heen. Maakt mij niet uit. Jongens, we gaan in overtime. Ja. Starten vast. Dan kan ik straks gewoon op live drukken en dan gaan we live. Life is life. La 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 la. La 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 life. Moet ik straks alleen nog even mijn facecam installeren, maar dat doe ik straks wel. Installeren nog wel, zo. Ja, ik hoef niet te installeren, maar aanzetten en even op zijn goede plek zetten en weet ik het allemaal. Nee, maak je geen zorgen meer, ik ga niet bellen. Nog niet. Nee. Dat ga je wel doen tijdens... Hey, boze blikken zijn eng. Ik bedoel, je kent de boze blik van Magikarp. Ja. Boom. Die is inderdaad eng.
Nou, het punt is, ja, dan zouden we wel weer terug kunnen gaan naar de Water Temple. Maar aan de andere kant, bij de Fire Temple hebben we nu ook weer drie sleutels, volgens mij zelfs. Fire Temple hebben we nou drie sleutels zelfs. Oh, wauw. Nou, dan kun je daar best wel weer wat doen. Nee, niet de boze blik! Nee! Eigenlijk zou ik 20 minuten geleden al gestopt zijn. Ja. Yeah. Dus, ik ga door tot 20 minuten geleden. Oké, okay, nou is die wel goed. Mooi. Does that make any sense? Trouwens, jullie weten nogal veel van Twitch. Hoe host je? Was dat niet slash host en dan naam? Nou, als we de boskie zouden hebben, zouden we al gewoon naar de bos toe kunnen, want we hebben hoverboots, dus... Ja, 24 uur stream confirmed. Nee, dan zou ik dat echt weer een keertje doen wanneer dat, ik daar echt goed op voorbereid ben, want daar moet je echt goed op voorbereiden. Ja, dan is het ook handig om wat mensen er hebben die je kan aflossen. Nou, dat sowieso. Ik heb het een keertje gedaan. In je eentje, of? In mijn eentje, ja. Wauw. Ja, dat was echt een... Wow, waarom doe ik dit? Dan zit je echt na zoveel uur denk ik ook echt van... En nu? Ja, wat moet ik het over hebben? Wat moet ik gaan spelen? Nou nee, dat niet. Ik was toen... We hebben toen de Legend of Zelda 1 gedaan. Daarna ben ik de Legend of Zelda Ocarina of Time gaan doen. Daarna ben ik de Legend of Zelda Majora's Mask gaan doen. En toen waren we halverwege bij de Windweker. En toen waren de 24 uur voorbij. Oh. Dus allemaal Legend of Zelda games. Wauw. In de chat van je eigen kanaal. Oké. Okay. Ja, volgens mij, ja. Ja, maar dat was dus een 24 uur stream waarin dat we inderdaad 24 uur wakker bleven, maar we losten elkaar wel af. Dus dat je wel even rustig kon drinken, rustig kon eten, noem het maar op. Want tijdens de 24 uur livestream, toen had ik echt... Ik geloof dat ik een paar koekjes had of een paar crackertjes, ik weet het niet meer precies, maar... Damn, wat had ik honger na die livestream. Kan ik me wel voorstellen, ja. Als je echt alleen maar een paar crackers eet, een paar koeken. Dat is niet iets wat, wat goed is. Doe maar niet Nintendo, Deen. Ah, dat doen we wel in een keertje. Doen we wel in een keertje plannen dan, als we zo gek weer in een keertje gaan doen. Ja hoor. Dan, en we hebben dan maak ik de noodkamer ook weer klaar. Net zoals wat ik bij Gamepit heb gedaan. Dat is de kamer van echt van, ik trek het niet, ik moet nu slapen, want anders gaat het niet goed met me. Want ja, vergeet niet, het is een klap op je gezondheid, dus... Ja, merk je echt dat je niet meer tegen de slaap kan? Ik bedoel, serieus, ik weet niet of ik het nog zou vol kunnen houden. Maar je hebt altijd een emergency room, tot je dus, tot er de mogelijkheid dan is om te slapen, dus... Ja, dat is echt wel belangrijk. Maar dat lijkt me leuk, Meert. Dat keur ik al goed. Dus we hebben al de chef-kok, hebben we al. Nou, dan ben ik wel de... Geen idee. Dan ben jij wel de JB'tje. Ik ben wel de dopertje, Mitch. De doper... Hallo! Ik heb de slapinator. Ik wil het woord slaap niet horen. Slapinator. Alleen, ik heb wel even één ding. Ga nooit zo'n 24 uur challenge doen op 21 december. Doe dat nooit. Langs de... Of kortste dag. Dat is de kortste dag en ik heb op die dag hebben we dus inderdaad gelivestreamd 24 uur toen met Gamepit. We hebben het twee keer voor Gamepit gedaan. Eén keer was het in de zomer. En dat was echt... Nou, het was 30 graden of zo, dus we hebben de achterdeur dan open gedaan. En ja, dan om 11 uur, weet je wel, dan ga je dus echt zakjes doen. Dus dan waren we echt wel zakjes. We hadden twee kijkers of zo ook op dat moment. Ja, ik kan me ook wel voorstellen dat het om 3-4 uur s'nachts rustig is. Ja, toen de tijd wel. Alleen, ik moet zeggen, die met de winter, toen hebben wij echt gewoon... Zijn we nooit onder de 10 kijkers gekomen. Oké, we hadden wel eventjes een banhammer of zo. En we hadden het ook voor een goede doel, dus... Waarschijnlijk denk ik dan... Tot we wel weer voor een goed doel gaan. Dat is wel leuk inderdaad om te doen. Dat alles wat we ophalen voor die stream is gewoon naar een leuk doel. Moeten we gewoon eens even kijken wat een goed doel is daarvoor. Ja, maar dan wil ik dan ook gewoon overleggen met het goede doel van, weet je wel. Want alles wat dan binnenkomt, ja, dat moet dan natuurlijk bijgehouden worden met pen en papier. Want ja, daar gaan natuurlijk kosten aan, want dat gaat dan weer via
hoe heet dat? Het makkelijkste is om dat te laten gaan via PayPal. Dus dan zou dat via mijn eigen PayPal gaan. Ja, daar zitten weer een paar kosten aan. Bijvoorbeeld doneert iemand 5 euro, dan krijg je... Volgens mij gaat er een kleine commissie vanaf, dus dan hou je iets van 4 euro zoveel over. Dus... Dat zijn dingen waar je een beetje mee rekening moet houden. Ik neem aan dat dat een cheer is voor charity. Ik verwacht het ook. Goeie cheer. Ik weet niet of dat cheer... Ja, volgens mij gaat hij naar charity toe, denk ik dan. Ik weet niet hoe dat het werkt, maar in ieder geval bedankt voor de cheer. Maar als er al sowieso $73,860 is opgehaald voor charity, is dat best netjes. Ja, zeker. En we hebben meer zaad. Yes. Hoera. Jij krijgt de volle 100%. Nou, oké. Okay. Hè? Hoe? Maar, hè? Dus je doneert 100 bits aan charity en Stevie krijgt alles. Hoe zit dat? Dat lijkt me een beetje raar, eerlijk gezegd, maar... Ja. Sowieso bedankt voor de support. Of het nou naar mij gaat of niet, het maakt mij niet uit. Bedankt voor de support. Oh, dat is ook wel goed doen. Niet tegen voor zwerfkatten. Ah, zou op zich inderdaad wel kunnen, maar sowieso gaan we dan eerst even kijken wat we gaan doen. Want zwerfkatten, ja, aan de ene kant is het inderdaad een heel goed idee, maar aan de andere kant heb ik wel zoiets van... Ik wil dan wel nog iets verder kijken van wat zijn de opties, want bijvoorbeeld het KWF, die wil ik ook heel graag supporten. Ja, dat vind ik ook altijd een heel goed doel. Of Kika is ook een heel goed doel. Er zijn heel veel goede doelen, dus... Ja. Dat is best veel. Zo. Daar ben ik weer. Clarion, jij hebt feest te vieren. Ga feest vieren, verdorie. Ja. Clarion, als je echt dit allemaal opgeeft, alleen maar omdat je dan bij de livestream gezellig aanwezig kan zijn, dan ben ik een zeer teleurgesteld konijntje. Ja. Jij moet feest gaan vieren. Ja, je moet geen feestjes afzeggen als je... Even kijken, maar als iemand cheert en je gebruikt hashtag charity, gaat de 20% van wat de bit kostte naar het goede doel. En de 100 bits voor wat ze de streamer waard zijn, blijft zoals dat. Ah, op zo'n manier. Oh, dus was om 7:30. Nee, dan is het goed. Dan komt het goed uit. Maar volgens mij zit de laatste pick-up die we kunnen doen. Veel, ja. Ik vind 5 katten behoorlijk veel. Dat ja, is echt veel. Ik heb echt altijd maar 1 kat gehad, dus... Ik heb er zelf heb ik 2 gehad, dus... Ja, dat vind ik ook nog wel redelijk. Een 3 kat ook nog wel, maar 4 vind ik het al best wel wat. Ik vind 3 vind ik al veel hoor, sorry dat ik het zeg. Mijn zus die heeft... Ja. Mijn zus, die vind ik ook dat ze veel huisdieren heeft. Die heeft 2 honden en 2 katten. Dat vind ik ook veel, ja. Maar goed, laatste kistje, wat zit erin? Sleutel. WC-papier! En nutteloos WC-papier ook nog eens een keer. Ja, we zien je cadeau. Ik had er maar 4, dat was een ongelukje. Nou, ik heb dat keertje met konijntjes gehad, dat ik in één keer 5 konijnen had. Nou, weet je, kijk, als je inderdaad gewoon een zwanger dier hebt, dan... Dan snap ik ook wel dat je in één keer zoveel beesten hebt. Ja. Nou, ik zeg al van, ja, ik had 2 konijnen. Toen had ik in één keer 5. Ik hoor ze het nog zeggen, nee, dit zijn echt, dit zijn 2 mannetjes. Toen had ik er 17. Nee, 5. Ja, ik had er echt 5. Als je erop staat. Ik ben zo weg hoor. Nee, ja. Flareon Games. Maar ik wist niet hoe laat dat het... Beetje was. Ja. Nee, konijn heb ik nooit gehad. Ik met konijntjes toen had ik er 17, ja. Nee, Flareon Games, maar ik wist niet hoe laat dat jouw feestje was. Dus ik dacht, ik ben eigenlijk voor jou, als je dat nou aan het uitstellen bent, alleen maar om nog een beetje meer van de stream te kijken. Ja, dan heb ik zoiets van, doe dat nou. 2 mannen die vermenigvuldigen, ja. Ja, blijkbaar. Het waren gewoon kloonkonijnen. Jouw hol of het mijne, het waren tenslotte konijnen. Ze waren gewoon klonijnen.
Maar goed, in ieder geval, we hebben dus de Fire Temple nou gedaan. Daar hebben we weer een sleutel voor nodig om weer verder te kunnen. Dus dan kunnen wij 2 pick-ups er weer bij halen, dacht ik. Ik denk het. En dan heb je weer een sleutel nodig. Nee, we hebben de boskie nog niet. Want ik denk al van, hey, we hebben de hoverboards. We kunnen gewoon die bos nog eigenlijk doen. Maar... Nou, Water Temple, daar zitten we ook vast. Want daar hebben we ook nog een sleutel voor nodig. Ja. Even kijken hoor, wat hebben we allemaal? Forest Temple staat op 0 netjes. Fire Temple staat op 0. Water Temple staat op 0. Shadow Temple kunnen we nog niet heen. Spirit Temple kunnen we nog niet heen. Dus alles wat we als Adult Link zouden kunnen doen, is nog één ding! Nou? Even een big po vangen, want we hebben Epona. En we hebben pijl en boog. Oh, ja. Helemaal vergeten. En we hebben een empty bottle, dus... Nee, we hebben nog iets. Ja, dat heb ik dus andersom, Playon Games. Jij bent allergisch voor bunnies? Ja. Ik heb niet gemerkt dat je daar last van had toen je hier was. Nee, ik heb het heel af en toe dan. Af en toe. Ik heb het af en toe als ik geen zin heb in mijn werk. Dan ben ik in één keer spontaan allergisch. Nee, maar echt. Soms reageer ik er heel fel op. Dan denk ik echt, nou... Maar het is hetzelfde, ik ben allergisch voor je beetje. Snap ik. Zo gemeen. Er zijn wel meer mensen allergisch voor mij. Ben ik wel gewend hoor. Nou Stevie, dat kun je toch niet zeggen? Nee, inderdaad. Nou, je zegt het toch net, dus dan kun je het wel. Oké, we hebben hem. Ik heb namelijk ingesteld dat er maar één po nodig is voor deze sidequest. Dat die anders gewoon veel te tedious is. Ja, het zal maar net zijn dat je echt gewoon je laat je tiende po de... En je krijgt een green roepie. Ja. Yeah. Nou, ik heb een hele vervelende allergie en daar baal ik echt van, want ja, daardoor kan mijn tuin heel snel in een oerwoud veranderen. Ik ben allergisch voor onkruid, maar niet voor gras. En dat ook niet voor hooi. Dat is heel irritant inderdaad. Ja, in onkruid zit een speciaal stofje wat inderdaad niet in gras zit. Maar inderdaad... Maar goed. Dit is de laatste pick-up die ik me kan bedenken wat we nog zouden kunnen doen als Adult Link. Want ja, als we dus deze livestream gaan afsluiten, dan is de volgende keer... Hé, hey, je moet weer Young Link worden, want je kunt niks meer doen als Adult Link. Ja. Onthoud dat. Nee, gras is geen onkruid. Vandaar dat je inderdaad wel allergisch kan zijn voor onkruid, maar niet voor gras. En hooi is ook geen onkruid, dus. Nee, hooi is gewoon gedroogd gras. Maar goed. Laten we kijken wat we krijgen. That's a big po. En als je 100 punten hebt, zul je vrolijk worden. Dus we krijgen... Wait a minute, wow! Je hebt 100 punten! Yay! Wat krijgen we ervoor? Dat is inderdaad heel irritant. Als je allergisch bent voor bomen en planten. Gewoon. Dan kun je heel weinig doen. Oké, nee, het is duidelijk. We kunnen... Oké. Stevie. Wij hebben alles gedaan wat we als Adult Link kunnen doen. Alle items die je hebt, alles wat je ziet. We hebben alles gedaan als Adult Link wat we kunnen doen. Er is niks meer, nog niks minder, wat we kunnen doen als Adult Link. Dus, we gaan nu naar de Temple of Time. Daarin word je Young Link. Dan kun je de Great Deku Tree kun je gaan doen. Je kunt de Bottom of the Well kun je nou gaan doen. Want we hebben natuurlijk nou de Lens of Truth en alles. We hebben de Conquering Sword. Je zou de Fishing Game kun je daar doen. Nog iets? Zoiets? Nou ja, je kunt nog heel weinig eigenlijk bij Zorgers Domein, maar we hebben nog steeds al gebogen stokje niet. Je kunt de mask shop kun je nog doen van de Skull Kid, dat je daar dus de beoordeling van krijgt. Je kunt de target shooting kun je doen in verband met dat je nou de slingshot hebt. Je kunt naar de Great Fairy bij Hyrule Castle. Dus je hebt genoeg te doen als Young Link. Dus toekomstige Stevie, je hebt genoeg te doen. Bij de volgende livestream. Ja. Die waarschijnlijk maandag of dinsdag zal plaatsvinden. Dus. Doen we niet, dat is een spam Super Mario Player. Je kunt alle emoties gewoon een keertje gebruiken, maar ga niet alle emoties gebruiken. Gewoon een keertje gebruiken als je er zin in hebt. Dus
Maar goed, ja, ik ga eindigen met deze livestream, want ik heb honger en JB'tjes en die wil nou op knopjes gaan drukken. Dus ik zou zeggen, kom gezellig mee naar JB'tjes livestream. Ik zal er ook in de chat zitten als ik weer terug ben. En misschien, ja, ik weet niet, doe je daar ook commentaten? Ja, even kijken hoe het gaat met mijn internet, maar ik denk het wel. Oké, nou we kijken wel. In ieder geval, ik zal er ook even gezellig bij zijn. Ik host hem ook gelijk, dus heb je zoiets van, ik weet niet waar ik heen moet. Ja, je zal op mijn kanaal worden die gewoon automatisch gehost. Dus, maar goed, in ieder geval bedankt voor het kijken. Tot de volgende livestream. En ja, dit zal binnenkort ook op YouTube gaan verschijnen. Maar eerst even moshi moshi dit weekend natuurlijk in Amsterdam. Bedankt voor het kijken iedereen. Bedankt voor de support iedereen. En tot... Als we gaan bellen, dan zorg ik ervoor dat je er geen last van hebt, Myrthe. Dus maak je geen zorgen. Maar goed, in ieder geval, bedankt voor het kijken iedereen. Bedankt voor alle support die we weer hebben gekregen in deze livestream. En tot de volgende. Doei! Doei! Oké, ik ben nou offline.